In dus 2008 sta je met op je hoogtepunt, zeg maar. Met meer dan 300 miljoen in de quote. En het jaar daarna had je. Volgens mij had je nog een paar ton op je rekening. Was ja. eigenlijk alles wat je aan het opbouwen was. Was binnen no time afgebrokkeld. 100 miljoen voor 25% van de aandelen. Ja, en ik dacht, ja, daar moet ik niet aan denken. Ja, nu, nu denk ik van. Ja, wat bezielde me eigenlijk om niet dat bedrag veilig te stellen? Ja, ik heb altijd wel gedacht. En zo denk ik nu nog steeds. Maar zo dacht ik ook toen: van oké, okay, ik, ik stond hier. Ik sta nu hier. Welke middelen heb ik nog beschikbaar? Welke efforts kan ik op welke manier inzetten om weer op te krabbelen? Welkom bij de Lotgenoten podcast. De nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro. Naast me zit Koen. En tegenover ons hebben we deze week een hele speciale gat, gast. Gast, gast. Gast, Maasbert. Maasbert Gouter. Welkom. Dankjewel. Maasbert, jij hebt uh, hele hoge hoogtes bereikt met ondernemen. Daarna iets teruggevallen. Daarna toch weer hoogtes bereikt. Uh, jij, nou, ik zal kort wat dingen benoemen. Jij hebt in de quote gestaan, vrij hoog. Met 335 miljoen vermogen volgens mij. 1 miljoen minder volgens mij. 1 miljoen, 334. Maar dat is maar een schatting. Dat niet is wat er stond klein. in ieder geval. Uh, dat was toen de tijd met je bedrijf uh, Avap. Um, verder ben jij uh, eigenaar geweest van Vitesse. Ja. Jij bent ook waarschijnlijk een van de weinige eigenaren van een voetbalclub, in ieder geval in Nederland, die dat winstgevend heeft weten te verkopen. Dat denk ik ook, ja. Dus, uh, dus dat is ook leuk. Meestal is leuk. het een hele dure hobby. Ja, precies. Ja. Meestal is het een hele dure hobby van Emiraten en uh, Russen, volgens mij, die, uh, ja. die daarmee bezig gaan. Um, ja, en vooral, ik, ik was een aantal podcasts van jou aan het luisteren. En ik was zeer uh, gefascineerd. Eén door de manier waarop je opgekomen bent. Want jij bent echt met niks begonnen. Met uh -huh. 200 euro. 200 uh, gulden, gulden zelfs, in die tijd, zelfs ja, in 1993. Ja. En dat heb je dus helemaal weten op te bouwen naar, naar een vermogen waarmee je in de quote kon komen. Ik denk voor veel kijkers een, een doel dat ze hebben. Uh, dus dank, dank je wel, wel dat je, je jong, hier vandaag bent. De eerste keer dat ik in de quote 500 stond, was ik gewoon maar 33 of 34. Dus dat ja. was ook best jong. Ja, en, zeker. Ja, dus je mag wel opschieten. Ja, ja, ja. We, <laughs> we hebben nog dan acht jaar. Oh, ja. ja, we hebben nog wel wat we tijd. Kunnen. Ja, ja, toch? Ja. Ja. Hoeveel miljoen heb je nodig zeg maar, om in de quote te komen? Nu? Weet misschien? Ik weet niet hoeveel nu de ondergrens is. Nu is volgens mij de ondergrens 110 of 115 miljoen. Oh. Oh. Destijds viel <laughs> het wel mee. was volgens mij 50 de ondergrens. En de ja, eerste keer ja. dat ik erin ja. kwam was met 55 miljoen. Oké, okay. ja, viel wel mee. Dat gaat wel 2005 nee, uh, als ik het goed zeg. Ja. ja. Was vijf, ja. ja. Hoe was dat okay. voor jou? Dat eerste moment dat je ziet van ik sta in de quote. Nou, je hoeft niet in de quote te lezen dat het goed met je gaat. Nee. Uh, dus, uh, ik denk dat die de laatste zijn die eraan komen. Het zou bijzonder zijn als je in de quote opeens leest dat je een succesvol bedrijf hebt. Mm. Maar um, ja, ik denk dat je hoort te zeggen dat je niet in de quote wil staan. Maar ik denk dat dat uh, uh, natuurlijk best een compliment is. En dat je best trots mag zijn als je in zo'n lijst staat. Ja. Ik heb wel eens een ondernemer horen zeggen: de prijzenkast uh, van een topsporter, dat is geld voor een ondernemer. En uh, ja, daar. Zit wel wat in, denk ik. Want uh, het maakt wel dat je kunt objectiveren wie uh, een hele goede ondernemer is en uh, wie een uh, iets minder goede ondernemer is. Ja. Dus in die zin is het wel een soort, uh, 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 een soort prijs die je daarmee uh, bereikt. Ja, Ja. Haalt, mooi, moet ik zeggen. Ja. Want in die tijd ook, dat vond ik wel bizar. Ik was wat informatie over uh, AFAP aan het uh, luisteren. Ik luister altijd als ik research doe, het meeste en een beetje lezen. Dus dat jullie op een gegeven moment 100 miljoen omzet deden met een EBITDA, dus een, een winst van, uh, van 50 miljoen. Dus ja. op een hele hoge schaal, ook gewoon echt een heel hoge winstmarge. 55 uh, zelfs. 55 ja. zelfs. Ja. Kijk, ja. Dus, dus dat ging heel hard. Ik wil gewoon eigenlijk als eerst wat dieper ingaan op hoe dat allemaal begonnen is. Want je zei mm -hmm. net al, hè, je bent begonnen in de gulden tijd nog uh, met 200 gulden. in 1993, toen was ja, jij een aangehouden ik... ik ben. Ja. Ja. maar ik was er ja. bij 21, hoor, dat ik begon. Dus ja, precies. Je was ja, nog uh, ja, vrij ja. jong. Ja. Kun je gewoon de, de luisteraars en ons meenemen in hoe dat begonnen is? Ja, ik ben heel klassiek op een studentenkamertje begonnen. Uh, waar ik uh, uh, zwart onderhuurde van iemand die een uh, verdieping. Uh, Sociale huurwoning had en uh, 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 ja best lastig om, om precies aan te geven. Ik zal proberen even terug te gaan aan het begin. Ik, ja. ben, uh, ik heb in de militaire dienst gezeten. Daarna uh, ben ik in Amsterdam terecht gekomen omdat ik uh, op de beurs uh, uh, handelaar ben geworden. Market maker voor eigen rekening en eigen risico. Dat ging uh, uh, qua trading best goed, qua scalping. Dat betekent dat je een klein stukje uh, marge realiseert tussen bied- en laadkoers. Maar je kan ook hele grote posities innemen waarmee je grote risico's neemt. Nou, ik nam te grote risico's en uh, was er ook gedwongen te stoppen daarmee. Hm. Uh, toen ben ik, bij en, uh, ben ik gaan kijken op basis van mijn achtergrond wat, uh, wat ik zou kunnen doen waarmee ik snel weer, uh, 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 zeg maar wat daar niet helemaal goed gegaan was, kon, uh, kon herstellen. Um, uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Budgetpolis, een bedrijf in de verzekeringen. Uh, en die boden mij de kans om uh, heel hoog variabel inkomen te kunnen verdienen. Uh, die eigenaren gingen na zes weken al uit elkaar. Die trokken allebei aan me van, joh, wil je, wil je bij mij blijven, wil je bij mij blijven? En ik dacht van, joh, ik heb zelf de papieren om een uh, assurantiekantoor te, te kunnen beginnen. Assurantie B had je daar destijds voor nodig. Dat was ver voor de WFT. Nu heb je... Heel andere kwalificaties nodig en ook veel meer permanente educatie. Maar destijds kon je met het diploma assurantie bij een uh, assurantiekantoor beginnen. En uh, bij hen kreeg ik de helft van de provisie, zij kregen de andere helft. Althans, dat dacht ik, ze zullen ongetwijfeld allerlei bonussen gehad hebben die uh, ik me niet realiseerde. Mm. Um, dus ik dacht, um, uiteindelijk, zij zouden zorgen voor uh, veel marketing en um, uh, een volle agenda. Dat ontbeert ze je natuurlijk aan als je voor jezelf begint, dus... Ik vond het prima om de helft van de provisie te krijgen als zij maar mijn agenda uh, vol zouden boeken. Maar daar kwam niet zoveel van terecht. De marketingcampagnes sloegen niet aan. Dus als uiteindelijk pak het telefoonboek maar en ga maar bellen. Mm. Um, en dat is echt zwaar. Want als je in Amsterdam gaat bellen, uh, begint ieder gesprek met Sodomieter op, ik ben niet geïnteresseerd. En als je dan ophangt, dan heb je nooit een afspraak. Dus daarmee begint ieder gesprek. Uh, mm. Je zo beleefd mogelijk mag ik u vragen waarom en uh, nou ja, uiteindelijk uh, na een uur of vijf bellen meestal heb je iemand die zegt u mag wel langskomen maar je moet absoluut er niet van uitgaan dat ik wat teken. Ja. Nou, dat is prima, maar als ik één keer een warme bij me was, was, dan uh, wekte ik kennelijk genoeg <laughs> vertrouwen dat ik eigenlijk nooit zonder handtekening wegging. Ja. Um, en voor dat, hè, voor, uh, als je dan al die mensen gaat bellen, want dat doe je op een gegeven moment heel veel, mm -hmm. ga je dan ook trainingen volgen en zo? Of was het gewoon puur trial and error? Ja, puur trial and error. Blik op oneindig. Het was ook niet geautomatiseerd. Nu kun je zeggen, ik gooi het in een autodialer en dat ding begint gewoon te ratelen. Maar het was gewoon cijfers intoetsen. Een hele boze meneer en mevrouw in de lijn krijgen die totaal niet van gediend was. En volgende bellen. En dat zou vier, vijf uur achter elkaar. Dus ik kan je verzekeren dat er weinig dingen zijn waar je meer van leert dan van dit. Zeker als je in Amsterdam gaat bellen. Ik denk dat ze in Tietjerkstra deel het misschien nog wel gezellig vinden als je belt. Maar in Amsterdam zit niemand erop te wachten. nee. Maar goed, daar heb ik wel veel van geleerd. Uh, omdat ik eigenlijk toch zelf aan mijn leads moest komen en zij daar niet voor zorgde, uh, dacht ik: van joh, dan kan ik net zo goed voor mezelf gaan doen. Dus uh, ja, na zes weken bij een baas dacht ik: uh, ik doe het voor mezelf. Dan hoef ik nog maar de helft te sluiten om hetzelfde te verdienen. En, uh, maar goed, ik bleef net zoveel sluiten, misschien nog wel meer. Ik werkte nog harder, want uh, ja, dus het kwam allemaal naar mezelf toe. Dus het ging heel goed. Aanvankelijk begonnen als Schouters Financieel Adviesbureau. Uh, maar goed, dan kwam ik als een van 21 bij iemand thuis. En dan uh, zei ze: Oh, bent u nou meneer Schouters zelf? Ik denk, Nou, dat, dat werkt niet zo goed. Dus al snel de naam uh, veranderd in Amsterdam Financieel Adviesbureau. En dan zei ik tegen niemand dat het mijn bedrijf was. En uh, mensen dachten: Nou ja, het is wel een broekie. Maar als hij bij Amsterdam Financieel Adviesbureau financieel adviseur geworden is, dan zal hij toch al wat kunnen. Dus ik vertelde niemand dat het mijn bedrijf was. En als uh, mensen dan zeiden: van, Nou, wat is Amsterdam Financieel Adviesbureau precies? Dan. Uh, Vertelde ik over dat we samenwerkten met Nationale Nederlanden en EGON en uh, AMF destijds. En uh, om zo vertrouwen te wekken. En ging ik heel snel over op uh, wat woont u hier leuk. En uh, mm -hmm. wat de lieve kinderen heeft u. Zonder dat ze de moeilijke vragen stelden. Mm -hmm. Dus ik ging naar de mensen toe. En uh, nou zat onderhand op mijn studentenkamertje. Totdat mijn uh, huisbaas daarachter kwam. Uh, ik uh, huurde uh, zwart onder. En uh, dat mocht, hij mocht het eigenlijk helemaal niet verhuren. Uh, dus. Uh, ik moest maken dat ik wegkwam. Had uh, geen geld voor een uh, appartementje of kamer uh, en een kantoor. Uh, maar ik vond eigenlijk een kantoor prioriteit. Dus ik heb een heel klein kantoortje van uh, 20 vierkante meter gehuurd. in uh, de staatsliederbuurt in Amsterdam. in een heel oud vervallen bedrijfsverzamelgebouw. En uh, heb er in de hoek een slaapbankje neergezet. en een, uh, in de kast een tijltje met een uh, washandje om het te wassen. want er was geen douche. En daar ging ik wonen, stiekem. En, en ook werken. Maar dan had ik in ieder geval een kantoortje... en kon ik ook mensen ontvangen. En uh, gedurende die periode ben ik ook ongeveer getransformeerd... naar uh, het feit dat ik ging adverteren in uh, uh, Telegraaf, uh, Spurders. We weer kleine advertenties destijds. Daar zag ik uh, partijen iedere dag instaan met conceptief krediet. En uh, uh, Frisia en Postkrediet, Meekam, die waren allemaal van DSB. Dirk Scheringa. En... Uh, ik verkocht tot dat moment uh, spaarplannen. Zo noemden we het destijds. Inmiddels noemen we dat Woekerpolissen. Maar dat wist toen nog niemand. Dat wist ik niet. Dat wisten de mensen die bij de verzekeraars werkten ook niet precies hoeveel marge daarin zat. Uh, dat was goede business. Daar kon je een leuke boter aan mee verdienen. Maar wel eenmalig. En uh, uh, ik realiseerde me wel dat als ik tegen een uh, boom reed of een maand. Uh, 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 een uh, gebroken arm zou hebben of nog erg gebroken benen en kon niet de deur uit dat ik dan ook niet zou verdienen. Dus ik uh, zocht eigenlijk uh, heel druk naar mogelijkheden om een doorlopende inkomststroom op te bouwen. En uh, nou ja, al die mensen van verzekeraars uh, kwamen destijds echt nog letterlijk. Die gingen op mijn bed zitten in mijn studentenkamertje, want ik had geen bankje. Nee. Ik had niet van die mooie Chesterfield zo zien. Nee, um, het heeft ook wel even geduurd hoor. Ja, dat dacht ik al. Ja, maar nu ze zitten heerlijk moeilijk. Kijk, goede zaak. En, uh, maar destijds kwamen ze nog in een uh, studentenkamertje op, de, op het bed zitten. Om te, uh, om te kijken of ze verzekeringsproducten via jou konden verkopen. Jaren later, toen ik weer met nieuwe verzekeraars wilde werken. en als je dan keek wat door, hoe je dan door de ballotage gehaald wordt. dan zie je hoe de wereld uh, snel kan veranderen. Maar goed, uh, dus die vertelde over producten. En die vertelde, ja, je kan ook uh, wat voor producten bieden jullie allemaal aan? Wat kan ik via jullie gaan bemiddelen? Nou ja, dat kan ook uh, consumptief krediet. Uh, alleen dat doet bijna niemand, want uh, dan krijg je voor een, uh, een krediet van uh, 10.000 gulden, was dat destijds uh, twee tientjes per maand. En dat schiet niet echt op. En, uh, maar goed, ik had direct zoiets. Ja, twee tientjes per maand. Op het moment dat iemand vijf jaar uh, een lening heeft lopen, is dat wel 1200 gulden. Uh, daarnaast komt het terug en nog mooier, het is meer uh, uh, oost Want nu was ik natuurlijk de hele dag uh, met het telefoonboek mensen aan het bellen, uren achter elkaar. En uh, als ik dan uh, een dag flink doorging, had ik misschien twee afspraken gemaakt. En uh, uh, ik dacht, als er partijen zijn die iedere dag in de krant staan uh, met conservatief krediet, dan moet dat kennelijk wel een goede business zijn. En uh, dan mensen waar ik dat mee besprak zeiden, ja, maar dat is kansloos, want uh, de regering heeft die markt al gepakt. En, uh, Waarom zou jij daartussen komen? Maar goed, uh, altijd al eigenwijs geweest. Ik denk, ik ga het gewoon proberen. En, uh, nou, een kleine advertentie maar een hele opvallende, uh, pakkende tekst. En, uh, ja, nog belangrijker, dat ik zelf de telefoon opnam, zelf de offerte opstuurde, zelf uh, iedereen uh, uh, 7, 8, 9, 10, uh, 15 keer nabelde, net zo lang als, uh, als die offerte weer terug had. Waarbij de. Mensen uh, die in loondienst waren bij uh, De Scheringa uh, er op een gegeven moment wel zat van waren en die klanten lieten liggen. Mm -hmm. en als een klant tegen mij zei ik doe die offerte niet, dan ging ik hem uitleggen dat hij er toch wel degelijk verstandig aan deed. En uh, probeerde ik uit te leggen dat de voorwaarden beter waren. En uh, nou ja, ik deed heel erg mijn best natuurlijk om iedere offerte binnen te praten. Ik begon ja. ook, want ik had geen cent. Hè. Ik had uh, 200 gulden zoals jullie al, uh, al zeiden. Uh, dus ik had geen geld voor een computer ik had uh, de banken die verstuurden de offerten naar de klant en uh, vervolgens ging ik uh, nabellen ik heb jullie hem al verstuurd en uh, mm -hmm. dat was allemaal heel standaard later toen ik tot mijn eigen briefpapier uh, kon versturen met mijn eigen look en feel, ging dat ook direct veel beter maar ja ik was altijd uh, uh, altijd al van de gedachte van, nou wat ik niet heb kan ik ook niet uitgeven dus uh, dan begin ik maar uh, met alleen een telefoon mm -hmm. en uh, ik had een heel klein faxje gekocht, destijds uh, uh, e-mails bestonden nog niet. Nee. en Welk uh, nou, in jaar was dit? Dus dan stuurde ik met dat faxje het aanvraagformulier naar de bank en die belde dan terug of stuurde per fax terug dat die akkoord was. En dan vroeg ik, nou kun je het offerte naar de kant sturen en ging ik daar vervolgens achteraan bellen. Ja. En zo bouwde ik geleidelijk aan uh, provisie op. Um, je wilde wat vragen. Ja, wel, welk jaar is het ongeveer? Want het zegt uh, vast nog geen... Uh... Ja, dit was... Uh, uh, ik ben in 1993 voor mezelf begonnen. En dit was begin 1994. Begin 1994, ja. 1994. Ja. oké, okay, netjes. Ja. En... Um, nou, dat was dus... Uh, de grote concurrenten, uh, dat was met name DSB... Uh, waren van 9 tot 9 bereikbaar. En op zaterdag van 10 tot 4. Ja, ik had zoiets van... Mijn klanten die moeten er niets van merken dat ik alleen ben. Dus ik ben ook bereikbaar van 9 tot 9. Ook op zaterdag van 10 tot 4... En daarna uh, had je natuurlijk je administratie nog. En uh, tussendoor had je afspraken met banken waar je mee werkte. En, uh, nou, dat waren best, uh, best lange dagen. Maar het, uh, het was wel heel inspirerend, want het ging direct goed. Um, mensen belden jou van: uh, Ik wil geld lenen, kunt u me daarmee helpen? In plaats van dat je het uh, mensen door hun strot moest uh, duwen. Dus dat uh, ging eigenlijk heel goed. En na een jaar of twee had ik uh, 50.000 gulden per maand doorlopende provisie opgebouwd. Ehm... Um, ik zat in mijn eentje in dat kleine kantoortje waar ik ook sliep, uh, dag en nacht te werken. En ik dacht, ja, dit hou ik ook niet eeuwig vol. Was dat alleen helemaal opgebouwd, die 50.000 ja. zeg maar? Was helemaal in je eentje, want, was helemaal in mijn eentje? Want je zegt, de provisie was gemiddeld per maand twee tientjes. Ja, dus dan heb je een hoop Ja, nou, twee tientjes was bij 10.000, maar gemiddelde kredietbedrag was destijds, ik weet het niet meer helemaal precies, maar ik denk ergens tussen de 20.000 en de 25.000 gulden. Oké, okay. uh, dus dan was dat zeg maar 40, 50... Uh, gulden per maand. Dan ja. had ik ongeveer duizend lopende kredieten. Okay. En uh, ja, het al vrij snel ging het toch om tientallen kredieten die je per week sloot. En, en dan hoorde ik ook van mensen van banken die bij mij kwamen, dat ze klanten hadden waar tien, 15, 20 mensen werkten uh, die minder deden dan ik alleen. Mm -hmm. Dus uh, ik dacht, nou, dat, dat doe ik kennelijk toch wel heel goed. Maar goed, ik zat er natuurlijk bovenop. Uh, ik deed mijn uiterste best om iedere aanvraag uh, rond te krijgen. Ik liet me niet zo snel afproberen als uh, als iemand nee zei, dan zei ik, ja, kun je er toch nog eens naar kijken? ging ik de klant zijn uh, jaaropgave vragen en ze laatste drie loonstroken. Als iemand internationaal chauffeur was, had hij altijd veel overwerk. En dan deed ik heel erg mijn best om dat overwerk ook uh, mee uh, gerekend te krijgen. Waarbij de concurrenten sowieso hadden, ja, op basis van uw bruto maandloon kan het niet. Uh, ik heb nog tien aanvragen liggen, ik pak de volgende wel. Maar ik mm -hmm. moest knokken voor iedere aanvraag. Of, nou, of dat moest, weet ik niet. Maar ik deed het in ieder geval. Zo ervaarde ik dat wel. En... Um, ja, dat ging dus heel goed. Na een jaar of twee uh, had ik dus al een hele mooie uh, doorloop opgebouwd. En uh, ik kreeg een bot op mijn portefeuille. Uh, dat is een beetje, het ging een beetje, beetje gelijk op. Hè? Ik werd best wel door partijen gepolst van joh, wij willen, vinden het wel interessant om een portefeuille te integreren. Die hadden een groot team met mensen, maar hadden eigenlijk uh, meer mensen dan klanten. En ik had meer klanten dan, uh, dan mensen. Dus dat kwam huh. goed uit. Um, en ik was ook aan het nadenken, wat wil ik nu met de rest van mijn, uh, van mijn toekomst? Uh, ik kreeg een bot van 2,5 miljoen gulden. Was dat destijds? Ik was 24. Uh, dus toen was ik op mijn 24e al uh, in euro's miljonair, op, op papier in ieder geval. Dus ik dacht: van, Als ik mijn portefeuille verkoop, dan uh, ga ik bij een bank werken of bij een andere tussenpersoon. En dan word ik ergens hoofdverkoop of commercieel directeur op termijn. En dan heb ik een behoorlijk bedrag aan uh, drop-dead money. Dat als het me niet meer bevalt, dan uh, ga ik weg, want ik heb toch een uh, mooie buffer aan de kant. Uh, dat was eigenlijk het idee, tot ik met een uh, accountmanager van de ING uh, in gesprek kwam die uh, veel ouder was dan ik, volgens mij zit toen 45. Die wilde al heel lang voor zichzelf beginnen. En die zei, uh, die hoorde dit verhaal zo. Die zei: Kan ik me niet uh, kan ik geen kampioen van je worden, Dat ik me er voor de helft inkoop. Nou, zo, zo gezegd, zo gedaan, dat leek me wel wat. Hij wilde ook uh, dag en nacht werken, net als ik. Ook uh, ja. iedere dag tot negen uur avonds, elke zaterdag. En uh, uh, ik kende hem al uh, gezien de samenwerking die ik mee, met de bank bij me had. En dan uh, was hij ook een van de weinigen die me op zaterdag belde hoe het ermee ging. En mm. s'avonds om negen uur belde hoeveel uh, leningen ik die dag gesloten had. En ik dacht, nou, Dat is voor, voor een bankman wel een hele uh, dynamische, hardwerkende kerel. Mm. Dus dat zag ik wel zitten. En uh, hij heeft zich ingekocht, uh, twee hypotheken op zijn huis genomen. En uh, uh, nou ja, ik moest zelf uh, ook borgen staan. Dus ik had voor het groot gedeelte. Hij kreeg die financiering wel, maar voor een groot gedeelte, omdat ik zelf ook meetekende. Dus uiteindelijk, als het helemaal misgegaan was, had ik dat bedrag waarschijnlijk niet helemaal gekregen. Maar Goed, het ging heel goed. Uh, toen groeide het echt heel hard. Want daarvoor, uh, uh, het was ook in de tijd, je had een telefoonlijn uh, die nog in gesprek kon zijn. Dat kunnen we ons nu niet echt meer voorstellen. Maar als ik dan in de Telegraaf adverteerde en de lijn was in gesprek, ja, dan kregen mensen de in gesprekstoon en uh, belden ze de concurrent. Ja. En toen hij erbij was, kwam er dus ineens hadden we een klein telefooncentraletje. Niet gekocht, maar hadden we even van een collega die een grote centrale kocht. Die zei van, je mag dat oude ding van mij wel hebben. Ja, nou, hadden we een telefooncentraletje. En als ik daar in gesprek was, dan uh, ging, nam hij de telefoon op. En uh, allemaal kleine dingen, maar daardoor ging het wel heel hard. We konden meer aan, we gingen harder adverteren. En uh, ja, toen uh, ging het eigenlijk pas echt hard. Hoe ging dat eigenlijk? Want... Je was met één, toen mm -hmm. zet je op een gegeven moment rond de 50.000 aan, aan aan die uh, commissies die je zeg maar binnenkrijgt op maandelijkse basis. Als je dan met z'n tweeën bent, ga je dan naar 100.000 of ga je naar 150.000, zeg maar. Merk je dat je dan nog meer kan omdat je met z'n tweeën bent? Um, ja, dan gingen we eerder naar uh, 150.000 dan 100.000. Ja. Dus dat wel 1 en 1 is 3. Ja. Ja. Uh, mm -hmm. um, dat ging, dat ging wel extra hard en daarnaast kwam ook uh, zijn zoon uh, bij ons werken en hij, hij kwam bij de bank vandaan dus hij zei ik heb geen zin omdat er weer allemaal personeel komt en allemaal vreemden en als mijn zoon nou bij ons komt werken en mijn, uh, destijds mijn uh, mijn vrouw kwam bij ons werken een uh, neef van hem kan bij ons werken en zo waren we met uh, vijf of zes mensen oh, ja. uh, waarbij hij en ik de commissie deden telefoonopname uh, de klanten nabelden en de rest zeg maar meer de dossiers opruimen, kopiëren etc. En uh, uh, toen ging het heel snel, heel hard. Het werd ineens um, echt een bedrijf. Wat zeg je? Nee. Het werd ineens echt een bedrijf. Het werd een, precies, het werd ja. ineens een echt bedrijf. Dus binnen het bedrijfsverzamelgebouw uh, gingen we naar een grote kantoren een en nog grote kantoren. En toen wilde ik er een, een, een echt groot bedrijf van maken, want ik zag nog zoveel kansen. Ik denk, ja, als wij met een man, paar mannen en een paardenkop al zoveel uh, markt naar ons toe halen, dan zouden we er eigenlijk echt een uh, serieus callcenter moeten neerzetten. En uh, ...niet die kleine advertenties in Telegraaf... ...maar ook in de Veronica-gids en uh, sportsponsoring... ...en al die dingen die we later zijn gaan doen. Mm -hmm. Hij zag dat niet zitten, want hij kwam bij de bank vandaan... ...en uh, had zoiets van, joh, uh, uh, ik ben juist daar weggegaan... ...omdat ik, uh, omdat ik uh, niet meer in zo'n cultuur wil komen... ...maar echt dat kleinschalige ondernemende leuk vindt. Um, nou, toen hadden we besloten dat we samen het bedrijf zouden verkopen... Um, en hoe dichter dat bijkwam, hoe nerveuzer ik er eigenlijk van werd. Want ik dacht, van, ja, ik, en dan, hè, dan hebben we het bedrijf verkocht. Dan moet ik dan de hele dag gaan doen uh, met zoveel geld op mijn rekening en uh, weinig hobby's. Dus uh, hoe dichter dat bijkwam, hoe meer ik uh, dat eigenlijk toch niet zo zag zitten. En tegen hem zei van nou, welk bedrag uh, denk jij dat we ongeveer kunnen krijgen? Nou, oh zoveel. Ik zeg, nou, als ik nou de helft van dat bedrag uh, aan jou betaal. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb hem uitgekocht, uh, naar Amersfoort verhuisd. Uh, uh, inmiddels was Amsterdams Financieel Adviesbureau uh, ik adverteerde in een Telegraaf met de afkorting AFAP, want dat, uh, anders was die advertentie twee keer zo duur, het waren hele mm. kleine advertenties. Mm. En uh, dus AFAP had een beetje bekendheid, dus in, uh, met de verhuizing naar Amersfoort is die naam Amsterdams Financieel Adviesbureau veranderd in AFAP Geldservice. En um, nou ja, toen echt uh, 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 hem uitgekocht, gas gegeven. Ik ben de eerste voetbalclub gaan sponsoren. FC Volendam uh, had, uh, ik weet nog, we waren in Amsterdam met vijf mensen, vijf werkplekken, 104 meter kantoor. En ik had ineens in Amersfoort uh, 804 meter gehuurd uh, naast de A A1 uh, met de lichtreclame AFAP op, uh, op de snelweg. En uh, uh, nou, ik was niet zo... Technisch onderlegd. dus ik had direct onze ICT bedrijf gezegd. Joh, uh, installeer maar uh, 32 werkplekken met computer en ja. uh, 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 headsets en uh, wat iets meer zijn. Nou ja, mensen van banken en zo die kwamen kijken. Die dachten, joh, die Maaswet die heeft het. Uh, uh, hij heeft het wel een, heeft wel een beetje de kolder in zijn kop gekregen. Want hij heeft ineens van vijf mensen nu een uh, plek uh, geïnstalleerd voor 32 mensen. En op wat voor uh, omzet zaten jullie toen maar nog? Drie maanden later kwamen ze weer kijken en zat alles vol. Ja. Uh, dat durf ik niet meer exact uh, te zeggen. Want nou. hoe ziet die tijdlijn eruit? Want het was natuurlijk 93 begin Maar je dan? wel dat ik toen verhuisd ben naar uh, Amersfoort in 2000. Even voor je beeldvorming. Hè. In ja. 2000. Uh, uh, Moet ik even denken hoe, in, hoe de, in de tijd... Uh, 2002 uh, uh, verhuisd naar Amersfoort even voor je beeldvorming. En in mm -hmm. 2005, zeiden we net, stond ik de eerste keer in de ik zeg dan een grote mensenquote, een self -made zo had je nog niet, maar stond ja. ik in de, in, de, in de echte quote 500. Ja, mm. Dus uh, dat geeft wel aan hoe hard het ging. En toen ik in de quote 500 stond, hadden we, uh, ik durf het omzetniveau niet meer precies te zeggen, maar volgens mij ongeveer 6 miljoen euro. Netto winst onderaan de streep. En nou er dan een uh, multiplier op de winst. En op basis daarvan kwamen ze op 55 miljoen vermogen, wat ook wel ongeveer klopte toen. Dus uh, dat was, dan uh, praat je over drie jaar nadat ik mijn kampioen uitgekocht had, Vrijs was naar Amersfoort toen ging het echt heel hard. Toen was het ineens niet meer een bedrijfje, maar echt een serieus bedrijf. En uh, uh, met name toen mijn compagnon net weg was en ik uh, hem uitgekocht had. En we heel hard groeiden. Het waren echt extreme werkdagen. Dan was ik om, uh, om twee uur s'nachts ging het alarm op het pand. En dan moest ik altijd heel erg opschieten om om twee uur het pand uit te zijn. Want anders, langer kon ik er niet blijven. Want mijn huisbaas uh, had het alarm er twee, om twee uur op. En dan moest ik echt opschieten om om twee uur het pand uit te zijn. En de ochtend erop was ik er weer, uh, was ik er weer op tijd. Elke zaterdag deed ik de administratie. En was ik ook aanwezig om een beetje om heen te kijken wat de medewerkers deden. Dus dat waren wel uh, extreme werkweken. Um, maar goed, um, als je heel erg veel ambities hebt en heel ambitieus bent, dan uh, uh, ja, begint dat natuurlijk wel met de mindset dat je uh, eigenlijk je uh, privé een tijdje helemaal aan de kant schuift en uh, vol uh, voor het bedrijf gaat. En dat hoeft niet. Hè? Ik begrijp heel goed dat mensen zeggen dat wil ik niet. Maar goed, dan moet je de lat ook wat lager leggen. Want wat was je drijfveer op dat moment? Want van die, die bent daar dan zo hard aan aan het werk. Wat, wat was de drijfveer daarvoor? Ja, dat is een goede vraag. Um, um, ja, brandende ambitie. Maar waar die nou precies vandaan kwam, dat weet ik niet. Uh, ik kom ook niet uit een ondernemersgezin. Uh, mijn vader werkte bij de Rabobank vroeger. Mijn moeder was huisvrouw. En uh, dus ik had altijd al wel zoiets toen ik 14, 15 was van... ik word later ondernemer... Uh, ik me helemaal niks om bij een baas uh, te gaan werken. Hmm. Wel geprobeerd voor zes weken. Ja, wel zes <laughs> weken geprobeerd. En uh, het ging goed genoeg dat ze me allebei uh, wilden uh, wilde houden. Dus yeah. ik vond uh, het wel. <laughs> ja, um, nee, maar um, ja, ik was altijd heel, uh, ik had altijd heel veel uh, bewijsdrang ambitie in me. Toen ik op de middelbare school uh, 18, 19 was, zei ik: ja, op Mijn 35ste wil ik binnen zijn. Dat vonden ze heel raar. begrijp ik ook wel. Het was eigenlijk achteraf ook wel wat raar maar goed, dat was me in ieder geval op papier wel gelukt. En uh, maar waarom ik dat dan had, ja, uh, dat, dat kan ik niet direct handen en voeten geven. Dat zit want, denk ik in je of niet. En de een heeft dat wat extremer in zich dan de ander, hè? want er zijn natuurlijk best veel mensen die ambitieus zijn, maar niet niet iedere dag tot twee uur 's nachts gaan werken. Hè? Dat wat ik heel goed begrijp. Um, dus ja, tussen uh, ambitieus zijn en tussen Echt letterlijk alles aan de kant schuiven om uh, uh, doelstelling te bereiken, daar zit natuurlijk nog wel een hoop tussenin. En uh, ik realiseerde me wel, daarom was ik ook echt op mijn 21ste in dat uh, kleine kantoortje met dat, dat teltje waar ik me was te begonnen. Dat ik dacht ja, ik heb nu niks te verliezen. Ik heb geen. En dat was achteraf wel heel wijs hè, voor zo'n jong uh, gastje. Want uh, ja, als je één keer een uh, uh, hypotheek hebt en kinderen en. Uh, en uh, een leaseauto, dan ga je niet zo snel meer uh, de stap wagen om voor jezelf te beginnen. Dus ik had ook zoiets van: ik heb nu niets te verliezen. Ik heb niets, maar ik heb ook niets te verliezen. Um, als ik het nu niet probeer, dan denk ik straks, als ik 45 ben en ik heb een leuke baan bij een bank, van: ja, hoe zou het leven gelopen zijn als ik ooit voor mezelf begonnen was? Dus um, en ik denk dat dat, uh, dat wel iets is wat. Jongelui, zeg maar, zich goed moeten realiseren. Hè? Als je 1, 2, 3, 24 bent. Uh, en je denkt dat je de ambities hebt. om voor jezelf te beginnen. Uh, ja, het klinkt natuurlijk heel cliché van. doe het gewoon, hè? maar. Uh, hoe dan en in welke business en et Maar dat, dat, dat is iets, daar ben je wel of niet ondernemer voor. Maar als je het wel bent, ja, dan zou je dat ook zelf uh, moeten bedenken. en daar ideeën bij hebben. Maar als je uh, 40 bent en het goed voor elkaar hebt, doe je dat niet meer zo snel. Nee, dan hangt er gewoon meer. ik heb natuurlijk van af. heel weinig te verliezen. Ja, ja. Ik, had, ik had niets te verliezen. En als het niet goed gegaan was, had ik een jaar later alsnog uh, uh, bij een baas gaan werken. En uh, had ik ook niet zoveel verloren. Dan was ik geen 21 meer, maar 22. En uh, ja. het ding is ook dat wat ik wel opmerkelijk ik vind ook bij je uh, verhaal, wat ik ook vaak merk bij jongeren, die, die willen ook best wel vaak al inderdaad weten. Ja, wat ga ik dan doen en wat wordt dan een succes? Terwijl jij ook zei, je bent eigenlijk begonnen bij een werknemer. En, of bij een werkgever, en toen. Na zes weken viel dat eigenlijk een beetje uit elkaar, van ieder geval. Toen ging dat twee kanten op. Toen ging jij het En voor ik wilde jezelf. eigenlijk altijd al voor mezelf. Beginnen, ja precies. Dus dat ik zat dan, er al ja, dan, in. Waarom zou ik het nu niet doen? Precies. Want ik doe iets wat die paar weken dat ik het deed, verdiende ik daar niet veel geld mee voor een baas. Mm -hmm. Precies datzelfde kon ik ook voor mezelf gaan doen. Ja. En dan kreeg ik niet de helft van de provisie, maar dubbele. Ik denk, nou ja, dan kan er weinig misgaan. Yes, en dat is daarna weer ontwikkeld naar dus die ander soort... Uh, ja, wat was het? Positieve Ja, precies, ja. die je dan gaat aanbieden. Dus dat is het bericht dat ik ook, in ieder geval wat ik zelf ook gemerkt heb... en wat ik veel zie, is ook van vertrouw ook in dat proces. Ga, weet je wel, ga mm -hmm. gewoon iets doen en dan zie je vanzelf dan... oh, nou, blijkbaar ga ik nu dan ondernemen. Mm -hmm. En dan, oh, blijkbaar ga, ga ik dan weer net een ander product doen... en dan leidt het zichzelf ook wel. Ja, en ik ben ook een voorbeeld, denk ik, waarbij... Uh, veel ondernemers denken ook dat ze een lumineus idee moeten hebben om uh, te kunnen gaan ondernemen en ik denk ook dat dat een heel groot misverstand is. Ja, ik ben ook een voorbeeld van iemand die helemaal geen nieuw onderscheidend geweldig product heeft bedacht, maar uh, de executie beter deed. Ja, dat zeg ik niet om uit arrogantie, maar ja, er waren 10.000 partijen in Nederland die conservatief krediet aanboden. Ik was nummer één. Ja. Nou, dan deed ik kennelijk uh, dingen beter dan een ander. Mm -hmm. En uh, uh, in een bestaande markt, uh, dat zie je ook met mensen die een detacheringsbedrijf beginnen of uh, ja, noem het maar op, uh, de, de echte ondernemers die bereid zijn om er vol voor te gaan en al die raters in het geheel net iets beter doen dan een ander, uh, kunnen heel succesvol worden zonder dat ze een geniaal nieuw softwarepakket gebouwd hebben waar uh, de hele markt op zat te wachten. Hè? Dus um, uh, ja, twee lessen denk ik met name. Eén. Uh, uh, je hebt niet heel veel geld nodig om te beginnen, in ieder geval niet in de dienstverlening. Uh, als je jong bent, doe het dan gewoon. Mm -hmm. uh, want wat is nou eigenlijk helemaal je neerwaartse risico? En twee, uh, je hoeft het geniale idee niet te hebben. Als je maar wel een idee hebt over een markt waarin je dingen beter kunt qua executie dan een ander. Ja, ja. Als jij precies hetzelfde doet als een ander, maar je hebt al die radertjes in het geheel net wat beter uh, afgesteld, mm -hmm. dan kun je... Uh, heel erg groot worden en heel erg veel geld verdienen... zonder een heel goed idee te hebben. Ik vond dat ook best wel lastig in het begin met ondernemen. Want ik had bijvoorbeeld een boek gelezen... Zero to One, van Pieter Thiel. Mm -hmm. nou, en als je dat boek leest... <laughs> ja, dat is Mr. Silicon Valley hemzelf natuurlijk. Precies, dus maar dan, dan denk je... Ik, ik moet een nieuw Elon Musk idee gaan verzinnen. En dan heb je misschien een concept, wat jij zegt... wat je überhaupt al beter gaat doen... omdat je het ambiëert, je bent gedreven... je bent gedisciplineerd, je bent jong... Dus je hebt gewoon die power erin zitten. Mensen voelen dan ook wel connectie met je omdat je wat jonger bent. Mm -hmm. Dat was bij mij wel vaak het geval. Ja. Maar ik dacht van ja, ik moet nog innoverender zijn. En jou en ik hadden laatste gesprekken erover. Van ja, je wilt wel innoverend zijn. Maar te innoverend zorgt ook weer ervoor dat de markt jou niet helemaal gaat begrijpen. Dus mm -hmm. dan moet je een soort van de markt gaan. Nou ja, laten je kunt je kunt. Uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van mensen die te vroeg waren met een innovatie. Ja. En als jij te innoverend bent, wat je zelf al zegt en je bent. Uh, dan krijg je misschien over tien jaar wel gelijk, maar dan is jouw bedrijf uh, acht jaar geleden al uh, geniet gegaan. Ja, ja. Ja. He, dus um, ja, als je te innoverend bent, ben je vaak te vroeg. En uh, snap jij het idee wel, maar de uh, uh, grote boze buitenwereld niet. Dan heb je het ook niet zoveel aan. Ja. Ja. Is dat ook wat je. Ik weet niet of je daar veel van weet hoor. Maar als je gewoon kijkt naar de mensen die je kent om je heen, die vermogend zijn. Dat er eigenlijk veel meer vermogen ontwikkeld wordt in dingen die dus ook eigenlijk eenvoudig zijn. Dus, dus niet al die mensen met die hele gekke ideeën en zo, Maar eigenlijk mensen die wat je zegt, detachering, uh, nou, de, in de financiële markt. Die gewoon. mensen ken ik meer. Maar ik zit ook niet in die hele uh, hippe uh, uh, start-up scene. Ja. ja. Dus, uh, en daar lopen natuurlijk wel voorbeelden rond van mensen die een geniaal idee hebben. En ook schat, helemaal die rijk daarmee geworden zijn. Klopt. Maar dat zijn er een stuk minder. Uh, het risico is daar ook een stuk hoger. Hè? Want uh, kijk maar naar Lightyear. Uh, geniaal idee. Uh, uh, prachtig concept. Maar uh, tot nu toe hebben ze dat niet gered. Terwijl uh, ja, omdat ze misschien wel te vroeg waren, uh, te veel funding nodig hebben, het uh, uh, ja, er zoveel beren op de weg kunnen zijn gedurende de rit en zaken die kunnen tegenvallen dat dat, uh, 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 dat de kans dat zoiets misgaat ook veel groter is dan als je een bestaand concept uh, of een bestaand idee uh, beter neerzet in de markt. Ja. Ja, want wat is je zegt lightje? Ja. Wat is dat precies? Uh, dat is een uh, auto die, die uh, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, dus die auto die, die rijdt op uh, Schappen, ja. uh, waterstof volgens mij. Mm. En uh, dat concept is, uh, uh, dat bedrijf is pas failliet gegaan, Dat is een Nederlands bedrijf. Komt uh, uit Delft? In Eindhoven gevestigd volgens mij. Oké. Okay. En uh, met hele grote ambities om zeg maar de nieuwe Tesla te worden. Ja. Um, maar um, ja, wel gefailleerd. Ze was een heel uh, leuk, hip uh, model ook, hadden ze ontwikkeld. Uh, wat heel veel geld moest kosten. En ze gaan zich nu, ze hebben nu een doorstart gemaakt. En ze gaan nu uh, uh, proberen alsnog een auto te ontwikkelen. in een lagere prijs prijsklasse waarmee ze de uh, massa kunnen bereiken. Ja, maar interessant. Maar dat soort ideeën, dat is heel mooi en heel. Ja, het ligt ook. Ik, weet je, ik praat natuurlijk ook. Ik spreek natuurlijk ook vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben ook niet iemand. Ik ben geen techneut. Dus ik ben ook niet iemand die zelf dat soort geniale ideeën heeft. Dus het is ook wel makkelijk om te zeggen. Nou, zonder die ideeën kun je prima ondernemen. Want ik denk als je uh, wel dat soort ideeën uh, meer hebt. Dan zijn er best dingen te bedenken waar heel veel geld mee te verdienen is. Maar ik ben meer een. Uh, zeg maar financieel-economisch georiënteerde ondernemer... en niet een, een techneut, hè, niet een, uh, een uitvinder. Mm -hmm. um, dus ik spreek natuurlijk ook wel vanuit mijn eigen ervaring... en ik spreek misschien ook wel van eigen parochie. Maar um, nou ja, weet je wel, dat zijn hele kapitaalintensieve trajecten... waar heel veel mis kan gaan. En als dat gaat vliegen, dan kan het heel hard gaan. Ja. Uh, maar de kans dat het niet gaat vliegen is wel vele malen groter dan als jij een dienstverlenende bedrijf hebt waar je spreekwoordelijk met je op je studentenkamer met je met een bureau en een computer kan beginnen ja. uh, dan is je neerwaartse risico natuurlijk ook uh, veel lager ja. maar de upside is op, op het moment dat je op het goede moment de volgende stappen maakt uh, is uh, nog steeds heel groot ja. mm -hmm. ja. en voor jou ook wel interessant om in te investeren want het kan zeg maar keer 30 keer 50 onder return on investment zijn of niet in uh, dat soort onderzoeken. Investeringen bijvoorbeeld. Uh -huh. Echt een paar ton erin. En het kan keer 30, keer 50 gaan. Wat je eruit. Bij die hele vroege, uh, bij die hele sexy uh, uh, ideeën. Waar, uh, waar je in een vroege fase investeert. Dat is op multiples inderdaad realiseren. Ja. Maar dat is niet waar ik me op focus. Ik focus me meer op uh, later stage investeringen. met een wat lager risico. Uh -huh. Maar waar je nog steeds een heel hoog rendement kan realiseren. Voor ja. Mij als investeerder is het natuurlijk niet in de eerste plaats de zoektocht naar. In welke uh, sectoren of in welke uh, specifieke ondernemingen kan ik een zo hoog mogelijke multiple halen? Maar in de eerste plaats is het risico, uh, leading. Mm -hmm. Dat is, denk ik, wat wel vaak een. een, een uh, uh, ja, waar vaak wel misverstand over is. Dat mensen zeggen: je zoekt alleen maar de, de nieuwe Facebook. waar je 200 keer je investering kan terugverdienen. Die investeerders zijn er. Mm -hmm. Maar uh, ik vind het prettiger om. met name in ondernemingen te investeren. die al behoorlijk winstgevend zijn. En nog groter willen worden. Daar is namelijk ook heel veel geld in te verdienen. Maar daar is het uh, risico, uh, risicoprofiel veel lager. En daar slaap ik lekker erbij. Ja. Snap ik wel, ja. ja. Oh ho ho, lieve lotgenoten. Het is geen kerst, maar ik heb wel een cadeau voor jullie. En helemaal voor degenen die een eigen webshop hebben of een eigen webshop willen bouwen. Het is namelijk zo dat in het leven tijd kostbaar is. En ik merk dat ik meer tijd wil besteden aan sporten, aan daten en meer podcast opnemen. Maar dat kan niet altijd en dat vind ik heel erg jammer. Nou, weet ik ook dat mensen met een webshop super veel tijd kwijt zijn aan hun webshop en dat allemaal moeten regelen. Terwijl dat niet jouw focus moet zijn. Je moet aan je bedrijf werken en niet in je bedrijf. En daarom heb ik speciaal voor jou Woosa. Waarom Woosa? Nou, met Woosa is het verleden tijd dat jij zoveel tijd gaat spenderen aan jouw webshop. Hoe dan? Nou, er zijn twee problemen. Allereerst, Shopify-blokkades kosten mensen heel veel tijd. En nummer twee, en dat zijn de orders en voorraden die handmatig worden bijgehouden op je eigen webshop. Of tussen andere platforms zoals een bol.com, een Vidaxel en een Big Buy. Oké, okay, maar hoe kan je dit dan oplossen? Nou, ook twee redenen. Allereerst, Woesa. Staat niet op Shopify maar op WordPress en WordPress is het vrije land. Het vrije land jongens waar je geen last hebt van blokkades. Je kan geen blokkades zomaar krijgen. En dan het tweede en dat is dat alle orders en voorraden automatisch worden verwerkt en dit wordt ook doorgestuurd naar de track and trace en dat wordt weer teruggekoppeld. En het leuke is dat deze webshop ook gekoppeld kan worden met een bol.com, via Excel, een BigBuy en zeven andere platformen, waardoor dit ook autom allemaal automatisch gaat lopen. Nou, ik vind dat zelf natuurlijk een super handig idee en een offer. Maar ik kan ook begrijpen dat sommige mensen zeggen: van, Ja, maar moet ik daar nou gelijk voor betalen? Nee, ik heb ervoor gezorgd dat jullie 30 dagen dit gratis kunnen uitproberen, een community krijgen waar je ook. Uh, al je vragen kan stellen. En nog een cursus waar je alles krijgt uitgelegd. hoe dit allemaal werkt. Wil je hier meer over weten? Klik dan gewoon op de link hieronder. En daar staat alles uitgelegd. Check it out. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Want hoe is dat bij jou als ondernemer dan ontwikkeld? Want in, in ieder geval, dat is mijn ervaring een beetje. In het begin. Neem je meer risico's. Want je hebt nog niks. Dus je moet de motor aan draaien krijgen. Uh -huh. Dus je gaat best wel nou, wat meer risicovol dingen proberen. En naarmate je dan dingen opbouwt, heb je ook meer te verliezen. Uh -huh. En dan ga je eigenlijk meer risicomanagement doen. Heb je dat zelf ook zo zien ontwikkelen? Of heb je eigenlijk altijd al vanuit risicomanagement geredeneerd? Oh, goede vraag. Zou ik dat eigenlijk nooit zo? Uh, nou, ik denk dat ik marketmaker was op de beurs, dat ik inderdaad uh, een heel hoog risicoprofiel had. Want het waren marketmakers om me heen, en dan hoorde ik daar die. Uh, Komt hij elke dag met een mooie Porsche naartoe en die woont er in een villa met een zwembad. En dan zeg ik, nou, dat wil ik ook. Maar mm, als, yeah. ja, als je die in die transacties inneemt, dan kun je heel veel geld mee verdienen. Dan zeg uh, ik, nou, diegene weet dat. Dus als ik dat ook doe, dan verdien ik er heel veel geld mee. Dat niet realiseren dat uh, uh, ook uh, de multimiljonairs op de beurs uh, uh, waarschijnlijk in uh, 45% van de gevallen miszitten. En als je maar iets meer dan de helft uh, het goed ziet... dan kun je al een hele goede aan verdienen. Dus uh, toen nam ik hele grote risico's. Maar vanaf het moment dat ik AFA begonnen ben... met die 200 gulden... Uh -huh. uh, heb ik mijn risico altijd wel uh, op één gezet. Uh -huh. uh, bij mij is het denk ik andersom gegaan. Ik denk dat ik mijn risico heel lang... Uh, uh, heel goed onder controle heb gehouden. Tot we op een gegeven moment... Uh, uh, ja, te hard gegroeid zijn. En dan met name omdat je je realiseert... en banken die uh, allemaal uh, bonussen krijgen... op het moment dat ze jou een grote financiering verstrekken... zeggen, joh, uh, misschien ben je veel te conservatief... want je kunt ook uh, je grote concurrent overnemen. Wij financieren dat wel. Had ik, helemaal niet gereal, had ik me helemaal niet gerealiseerd... want ik deed alles vanuit mijn eigen cashflow. En uh, ja, ja, groot bedrijf overgenomen... nog groter bedrijven overgenomen. Ja. En dan als het misgaat, dan kan die... Leverage, zoals dat heet. Dus dat je niet alles met eigen geld doet, maar ook met vreemd vermogen. Uh, die leverage gaat heel hard in je voordeel werken op het moment dat het goed gaat, maar gaat als een boomerang, krijg je dat tegen je als het de verkeerde kant op gaat. Zou jij dan mensen. Dus ik denk inderdaad dat ik heel voorzichtig begonnen ben, defensief. Uh, uh, een paar jaar op mijn uh, kantoortje geslapen terwijl het al lang niet meer hoefde, maar om gewoon uit. Uit uh, het idee dat ik dan een extra buffer opbouwde wat ik in mijn bedrijf kon investeren. Want ik denk, ja, als ik iets uh, uh, een kamertje huur, en dat kost elke maand uh, 700 gulden, ja, dan heb ik 700 gulden minder om uh, te adverteren of om wel die computer te kopen die ik nodig heb. En uh, dus, dus heel erg uh, het walletje bij het scheurtje gehouden. Tot op een gegeven moment je echt een bepaalde omvang bereikt hebt in de quote staat, uh, uh, je toch een beetje gek gemaakt wordt door mensen van joh, uh, jij doet het allemaal wel heel conservatief. Uh, probeer het een beetje een zetje uh, te geven op die manier. Mm -hmm. Dan zie je ook dat dat werkt. Hè? Want uh, mijn bedrijf was zeg maar 50 miljoen waard. Dan koop je een bedrijf van 40 miljoen erbij. Je leent ook 40 miljoen. En dan opeens is af op 100 miljoen waard. Heel gek hè. Dus je hebt 40 180. miljoen geleend. <laughs> en een bedrijf van 40 miljoen gekozen. Dus feitelijk heb je netto nog nul waarde gecreëerd in jouw beleving. Mm -hmm. Maar de markt zegt wel... hé, hey, nu is je bedrijf uh, 100 miljoen waard. En dan krijg je opeens een bot van 100 miljoen... Ja. En dan doe je hetzelfde kunstje nog een keer. En is je bedrijf 200 miljoen waard. En dan denk je van, joh, dat is eigenlijk wel heel makkelijk geld verdienen. Uh, en uh, natuurlijk realiseer je wel dat daar risico's aan zitten. Maar goed, je doet natuurlijk ook heel goed onderzoek. Je koopt niet zomaar een bedrijf. Totdat dan de wetgever in mijn geval zei. Uh, we schaffen van het een op het andere moment de bonusprovisie af. Daar kreeg ik 38 miljoen per jaar uh, inkomsten van in 2008. En in 2009 was het nul. Nou, als je dan. Uh, er zijn weinig bedrijven, denk ik, die of er wel of niet 38 miljoen ibeda binnenkomt, uh, daar niks van merken. Ja. Dus ik had uh, toen ineens van, uh, dat je op de rode loper wordt uitgenodigd uh, door alle banken. Uh, komen dan ineens de slagers van bijzonder beheer in jouw bedrijf. En uh, die gaan je dan vertellen dat je eigenlijk maar een oelewappen bent die, de, die, die, die hele, hele stomme dingen gedaan heeft. Mm -hmm. ah, en dat is wel heel uh, louterend. Want hoe zat, hoe werkte dat precies? Want, want ik was toen in 2008 uh, was ik nog een heel jong mannetje, toen was mm -hmm. ik elf. Dus toen ja. was ik nog niet heel erg druk bezig met uh, banken en dat ik. soort nee. zaken. Die jullie kregen provisies. Hoe zag dat eruit en wat viel er dan precies weg? Want het was dus oh. ineens een heel groot deel van jullie omzet was er ja. maar hoe, verdwenen. Maar hoe werkte dat precies? Nou, we hadden, um, <coughs> ik had drie divisies. Ik had een intermediaire divisie. Uh, daarmee werkten wij B2C uh, bereikten we de consument met reclamecampagnes. Uh, daarmee waren we ook hoogsponsor van Vitesse en uh, sponsor Rema van Barneveld. Het uh, uh, heette de NHV, uh, de AFAP Eredivisie, de Nederlands Handbalverbond uh, was dat. Uh, we deden allerlei adverteren in Veronica gids. We hadden, hadden twee ton per maand uh, Google AdWords-campagnes, uh, noem het maar op. Um, dat was een B2C-divisie. Uh, daarnaast hadden we een uh, bankaire divisie. Waar we een, uh, de Hollandse Disconto voorschoolbank in hadden. Dat was een bank daarmee trokken we geen geld bij spaarders aan. Maar op de kapitaalmarkt, bij banken. En daarnaast hadden we een service-providing-divisie. En die service-providing-divisie had ik met name gekocht. Uh, dus dat ik niet zelf. Uh, ik kwam niet uit het business. Maar ik wilde de risico's beter spreiden. Al mijn geld zat in één mandje. Maar dan wilde ik dat mandje wel wat beter. Uh, Diversificeren, en uh, uh, nou ja, wij, wij kregen regelmatig bedrijven op dat gebied aangeboden, zijn ons daarin gaan uh, verdiepen, en dat was een hele mooie business. Dat waren zeg maar inkoopcombinaties uh, die grootschalig financiële producten inkochten, en vervolgens uh, kleine assurance tussenpersonen uh, brachten via ons die productie onder en uh, wij verdeelden de bonusvisie. Ik zal het proberen wat duidelijker te maken. Mm -hmm. Als je destijds een hypotheek sloot, dan kreeg je als uh, klein assurantiekantoor, uh, assurantiekantoor Pietersen in, uh, in Haarlem, kreeg 0,75% provisie. Wij kochten heel groot uh, uh, hypotheken in. Uh, we deden in 2000, uh, weet ik niet meer helemaal zeker, 2007 of 2008, deden we 10 miljard uh, hypotheekproductie. Dat is heel veel. Uh, waren de grootste hypotheekproducent van Nederland. Veel groter dan de hypotheker of zo. Nee, maar dan, uh, die waren, hadden een brand en wij waren uh, uh, achter de schermen uh, kochten we het in. Kregen we heel veel bonusprovisie. Hè. Net zoals de Albert Heijn anders inkoopt dan de buurt Super. Uh, gebeurde dat in de financiële dienstverlening ook? Uh, toen ik die bedrijven kocht, hebben we het ook laten onderzoeken. Dat moest ook van onze banken door McKinsey. En iedereen moest daar een plasje over laten. Huh. Hoe, hoe sustainable is dat businessmodel? Mm. Nou, die zeiden, dit is helemaal geniaal. Want als je die uh, marktdominantie hebt, dan gaat dat zich vertalen in nog meer klinkende munt. De banken vochten erom om het ons te mogen financieren. We deden onze grootste overname in dat segment... Uh, uh, ...april of mei 2008 uh, voor 80 miljoen Euro. En uh, 1 januari daarop werd de bonusprovisie afgeschaft. Dus was het hele businessmodel onder die overname weg, maar ook onder alle andere overnames die we op dat ge die gebied gedaan hadden. Hoezo dan? Ho hoezo ga het Zal ik, ik zo meteen vertellen. Ik zal ja, okay. eerst even uitleggen hoe dat werkte. Ja. Dus wij kochten heel grote hypotheken in, kregen dan gemiddeld ongeveer 1,25% provisie van de aanbieders uh, als wij die hypotheken distribueerden. Zelf of via onze aangesloten uh, kantoren. Uh, die kantoren kregen zelf 0,75%. En wij zeiden dan tegen die kantoren: weet je wat, wij delen onze bonus. Zij wisten niet precies wat wij kregen. Maar wij zeiden als je via ons die hypotheek doet, krijg je ook bij ING krijg je niet 0,75%, maar krijg je 1%. Procent. Nou, dat was voor kantoren natuurlijk heel interessant. Hè? Dus die werkten heel graag uh, via ons samen. Behalve die inkoop deden we ook, uh, verzorgden we ook marketing voor ze. Uh, uh, konden we ze helpen als ze een direct marketingcampagne deden? Uh, Proberen we ook andere soorten producten uh, 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 bij ze neer te leggen, waarmee ze de klant nog beter konden bedienen? En um, die bonus hè, die wij kregen, omdat wij dus zoveel uh, uh, volume deden, um, dat was ongeveer 38 miljoen in 2008. Uh, waarvan ongeveer 25 miljoen vanuit hypotheekproducten en ongeveer 13 miljoen vanuit verzekeringsproducten. Want naast de hypotheken uh, sloot je bij een aflossingsvrije hypotheek sloot je bijvoorbeeld ook een uh, verzekering. Die ervoor zorgde dat er kapitaal werd opgebouwd. Om straks je hypotheek te kunnen aflossen. Mm -hmm. En een overlijdensrisicoverzekering. Uh, dat als je overlijdt, dat de schuld zou worden kwijtgescholden. Nou, al die producten boden we ook aan. Kregen we ook bonusprovisie. Kochten we ook heel groot in bij. Egon en uh, ASR en et cetera. Want hoe ziet dat inkopen er dan uit? Dat is eigenlijk zij willen. x aantal hypotheken uitzetten dat jaar. Ja. Jullie zeggen eigenlijk. nou die kopen wij in, omdat wij weten dat we mensen daarvoor kunnen vinden. Ja, het was zo dat wij. Uh, uh, wij, wij maakten bepaalde productieafspraken. Uh, wij gaven ze geen garantie. Maar je weet natuurlijk wel ieder jaar. Uh, uh, door de molen gehaald. of je wel voldoende. ...renderend voor hun was. Ja. En wij deden daarvoor in ruil... Uh, uh, ...dat product actief promoten... ...bij al onze aangesloten... ...we hadden een heleboel accountmanagers op de weg... ...die kwamen bij al die tussenpersonen. Mm -hmm. ...en uh, uh, dat scheelde ze zelf een hoop werk... ...want zij hoefden... Uh, uh, ...wij konden natuurlijk ineens voor... ...tien aanbieders zeg maar... ...die uh, productinformatie verschaffen... Uh, ...waarbij uh, als tien aanbieders zelf... ...allemaal een accountmanager moeten hebben... ...met een auto op de weg... Uh, Um, is dat voor hun minder efficiënt? Uh, banken uh, en verzekeraars wilden steeds efficiënter werken. Ze wilden juist de grote partijen zelf bedienen. Hè. Die wilden de hypotheken zelf bedienen. En uh, die wilden Assurance Catalopitis uh, het liefst via een service provider bedienen. Zodat zij daar weinig tijd en aandacht aan hoeven te besteden. Maar desondanks wel hun uh, productie veilig stelden. Nou, ja. Daar hielpen wij ze in. En daar werden wij voor beloond door middel van bonusprovisie. Mm -hmm. En um, maar die bonusprovisie ging dus tegen alle verwachtingen ook van alle deskundigen in, uh, werd die afgeschaft. Uh, uh, onder leiding van uh, Wouter Bosch, was toen minister van Financiën. Uh, en die, uh, uh, ja, men vond dat het uh, ongepast was op het moment dat er uh, sturing plaatsvond van financiële producten. Dat er een, een, een perverse, of ja, zijn dat een perverse prikkel, perverse prikkel vanuit ging door iemand, een, een tussenpersoon een hoge worstvoort voor zijn neus te hangen, zodanig dat hij dacht van: nou, ik kies niet de hypotheek van Egon, maar ik kies die van uh, ABN Amro, want daar krijg ik meer provisie. Ja. Dus er uh, werd besloten om de bonusprovisie af te schaffen. Dat zag niemand aankomen. Uh, Alle onze financiers ook niet en McKinsey niet, die daarna moest kijken. En uh, het gebeurde wel? En uh, toen was die Castro ineens weg. Uh, daarnaast was er een uh, uh, kredietcrisis. Dus we hadden een eigen uh, uh, voorschotbank. De banken vochten erom ons uh, geld te mogen lenen uh, tegen hele lage marges. Zodat wij die vervolgens konden wegzetten met een hele goede marge. Daar verdienden we heel goed geld aan. Mm -hmm. En uh, van dat de banken vochten om dat geld te mogen verstrekken... vochten ze erom uh, zo gauw de kredietcrisis... Uh, 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 was uitgebroken om het geld terug te krijgen. Dus uh, ja, ineens in plaats van dat ze zeiden: mogen wij het alsjeblieft verstrekken?, wilden ze van: we willen morgen het geld terug. Ja. Maar dat kon niet, want dat hadden ze zelf nodig. Maar dat kon niet, want dat hadden wij uitstaan bij consumenten die het in uh, uh, termijnen terugbetaalden. Dat wisten zij ook wel. Maar in ieder geval uh, uh, zouden ze liefst het geld terugkrijgen. waren ze in ieder geval niet meer bereid om nieuw geld te verstrekken. En was daar ook ons, ook ons hele businessmodel weg. En in de uh, uh, andere divisie, de intermediaire divisie, daar uh, werden we volop geraakt door verhevigde uh, wet en regelgeving. Mensen denken vaak, buitenstaanders denken vaak dat die wet en regelgeving het probleem was waarom AFAP uh, in problemen kwam. Maar dat was niet zo. Want die wet en regelgeving, daar hadden we juristen voor in dienst genomen, uh, dossiers werden nog beter uh, op orde gemaakt, kostte een hoop tijd, inspanningen uh, 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 energie. Maar dat was het issue niet. Het issue was dat in de uh, voorschotbank, uh, in onze bankaire divisie waar we de voorschotbank hadden, we geen kredieten meer konden doen, omdat er geen kapitaal meer ter beschikking werd gesteld, uh, tot dat moment was het, we moesten 12 tot 15 procent eigen vermogen inbrengen. En dan deed een uh, bank die uh, uh, banken waarmee we samenwerkten, deden die andere, zeg maar, 85 tot 88 procent. Hmm. Daar betaalden we Euribor plus een bepaalde vergoeding voor. Hele lage vergoeding was meestal Euribor plus 60 basispunten of 70 basispunten. Dat is goedkoop geld. Nou, wij zetten het vervolgens weer een stuk, uh, een stuk duurder weg bij de consumenten. Dat, was natuurlijk, dat, dat, dat klinkt wat simpeler dan het was, want dat was natuurlijk wel ook risicomanagement. En uh, uh, zeg maar 50 miljoen, wat een bank aan ons gaf, is, het kostte minder inspanningen dan als wij dat vervolgens aan 10.000 mensen uh, 5000 euro per klant wegzetten. Dus dat was. Uh, dat was wel een hele, hele fabriek, maar dat, deden we, dat ging heel goed. Nou, werd ineens ook gekilhaald en die bonusdivisie viel weg. Dus uh, het feit dat ik juist uh, aan diversificeren was en dacht: van, Nou, ik ga niet allemaal één in één mandje houden. Ik weet het zo te spreiden dat als één van die divisies in een probleem komt, die andere twee het nog ruimschoots kunnen compenseren. Opeens hadden we in alle drie die divisies tegelijk uh, een probleem. En dat was uh, uh, niet iets waar ik op gerekend had. Nou ja. En toen, want dat is volgens mij hoe ik het ook begreep, dat je dus dan eigenlijk in 2008 sta je met op je hoogtepunt, zeg maar, met, met meer dan 300 miljoen in de quote. En het jaar daarna. Ik had biedingen gehad die uh, bijna twee keer zo hoog waren. Dus, uh, ja, uh, ja. Ja. En het jaar daarna heb je volgens mij had je nog een paar ton op je rekening, en was ja. eigenlijk alles wat je aan het opbouwen was, was binnen no time afgebrokkeld. Ja, ik denk dat er uh, heel weinig voorbeelden zijn uh, in Nederland in ieder geval van ondernemers die uh, binnen een jaar van een paar honderd miljoen vermogen naar. Uh, Ongeveer nul zijn gegaan. En uh, ja, um, gelukkig ben ik nuchter genoeg. En uh, toen en uh, nu nog steeds denk ik dat ik de veerkracht gehad heb om. Ik denk dat, dat, dat de meeste ondernemers uh, heel erg diep in de put waren gekomen. Aan de drank waren geraakt. De drugs, uh, gekke dingen gedaan hadden. En misschien wel in de groot waren geëindigd. En ik ben altijd wel blijven denken: van ja, ik kan nu. Ik sliep ook gewoon s'nachts. mensen zeggen, dan lag je zeker de hele dag wakker. Nou, dat was niet zo. Ik moet zeggen, ik had wel een beetje hulp nodig. Ik deed dan wel een, twee of drie glaasjes wijn voor het te slapen gaan. Mm. als ik thuis kwam, nog uh, even een tijdschriftje uh, lezen om mijn gedachten te verzetten. Maar goed, dan lukt het me wel om gewoon, ondanks al die ellende uh, te slapen. En uh, ja, ik heb altijd wel gedacht, en zo denk ik nu nog steeds. Maar zo dacht ik ook toen: van oké, okay, ik sta, ik stond hier. Ik sta nu hier. Uh, hoe kom ik weer uh, een stapje hoger? Wat, zijn de wat, wat, zijn, wat, wat kan ik doen? In, in uh, Welke middelen heb ik nog beschikbaar? Welke goede ideeën heb ik? Welke efforts kan ik op welke manier inzetten om weer op te krabbelen? Hmm. En uh, dat is natuurlijk op zichzelf heel vanzelfsprekend. Uh, maar het is denk ik makkelijker gezegd dan gedaan. op het moment dat je. Uh, dat een jaar daarvoor mensen het nog heel raar vinden. dat je geen groot jacht hebt en groot. Uh, geen tweede huis en uh, uh, geen vliegtuig en uh, ja gelukkig heb ik die dingen allemaal nooit <laughs> gehad alleen en een jaar later uh, dat je nog blij bent als je überhaupt uh, je hypotheek nog kan betalen ja, dat is wel heel relativerend en ja. toen zaten ook nog de paar centjes die ik had uh, mijn pensioencentjes zaten in een uh, Voetbalclub die elke maand verlies maakt. <laughs> ja, ja. Dus uh, uh, ja, dat, is, uh, dat was best uh, penibel. Ja. Ja. Had, had je het kunnen voorkomen? Als, in van, als ik het zo hoor, hè, met de AFAP: je ging, je ging diversificeren. Mm -hmm. Maar er was ook gewoon heel veel verandering aanstaande in die markt, blijkbaar. <laughs> dat was nog niet echt bekend. Nou ja, precies. Wat, met wat we nu weten, uh, uh, kijk je met een andere blik dan met hoe je toen keek. Zijn er partijen geweest die wel de juiste keuzes gemaakt hebben? Die daar juist soort van goed uitgekomen zijn door die verandering. Want eigenlijk ging er gewoon een hele markt. Ja, werd ja gewoon er, was, er waren er heel op veel partijen geraakt. die heel hard uh, geraakt zijn. Um, ja, we noemden net bijvoorbeeld de hypotheker. Ik denk dat die die transformatie wel uh, goed hebben gemaakt. Hè, van een verdienmodel wat uh, geënt was op uh, provisie, naar een adviesstructuur, een adviesvergoedingsstructuur. Dat is wel een heel andere. Uh, nu is het zo dat de rekening bij de klant neer wordt gelegd, en dat de klant uh, uh, een bedrag betaalt uh, voor advies. En uh, daar wordt op basis van zijn persoonlijke situatie gekeken waar hij het best uh, welk bedrag hij aan de hypotheek zou kunnen krijgen, bij welke aanbieders. En uh, wordt vervolgens daarin een, een, een selectie gemaakt die goed bij zijn uh, financiële positie en risicobereidheid en doelstellingen, et cetera, past. Dus uh, er zijn natuurlijk best financiële dienstverleners die die transformatie goed gemaakt hebben. Maar uh, ik denk dat de echte uh, verkoopfabrieken, zeg ik dan maar wat, 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 wat plat, het niet gered hebben. En daar was ik er ook een van. Mm -hmm. Te veel gefocust op uh, het verkopen. En uh, na wat we nu weten, achteraf hè, uh, uh, te weinig de klant centraal gesteld te hebben en te veel, uh, uh, te veel verkoopfabriek geweest. Hoe hou je als ondernemer in zo'n situatie vertrouwen in je kunnen? Want, want je hebt natuurlijk op grote schaal, je maakt keuzes en, en dat gaat dan eigenlijk finaal mis. Nou, dat is best moeilijk, want ik had uh, tot dat moment, ik had altijd zoiets ja, wat de buitenwereld van me denkt, dat boeit me niet zoveel. Ik weet heel goed zelf wat ik goed doe en slecht doe. En, uh, uh, ik laat dat vrij makkelijk van me afglijden, dacht ik. Eh, maar goed, tot op dat moment stond uh, in elk interview met mij was alles wat Maas beschouwde, ik veranderd in goud en. Uh, van zolderkamertje tot een miljoenenbedrijf. En uh, ja, noem het maar op. De Golden Child. Uh, nou, dat is natuurlijk best leuk. En uh, uh, ja, het was ook niet zo dat ik het idee had dat ik naast mijn schoenen ging lopen. En dat ik een heel ander mens was dan dat ik vandaag ben. Maar het is wel zo dat je. Uh, en ik denk dat ik best nuchter was. Want ja, wat ik zei, ik had geen uh, ik had geen tweede huis. Wat heb ik toch geen tijd voor? Ik was toch alleen <laughs> aan het werk. En uh, gelukkig uh, was mijn uitgavenpatroon. Uh, uh, heel beperkt ten opzichte van mijn vermogen destijds. Dus ik heb ook. Uh, daar, dat, dat probeer ik nu nog steeds. zodanig in te richten. Ik geef nu veel meer geld uit dan toen. omdat ik ook meer tijd heb. En uh, ja, ik ga nu vrijdag wel naar mijn penthouse op Mallorca. En dan heb ik gelukkig ook tijd voor om er te zijn. Mm -hmm. En dan neem ik mijn laptop mee. en ben ik ook aan het werk hoor. Uh, dus het dus is niet zo dat ik. Het is nooit een dag dat ik niet. dat ik niet werk. Maar het is wel beter in balans. En. Uh, um, Destijds liet ik me niet gek maken en hele gekke dingen doen. Hè. Uh, ik heb nu nog het huis waar ik toen woonde, heb ik nu ook nog steeds. En, uh, maar goed, ik heb daarnaast ook in uh, Amsterdam nog een mooi huis. Uh, en en oh, wat ik zei, op Mallorca. En uh, ik heb nu een uh, grotere auto dan toen. En, uh, ja, dus, dus, uh, maar het is wel de kunst om uh, niet terug te hoeven. Hè. Op het moment dat je. Uh, uh, op het moment dat je, je kunt zakelijk nog zoveel vermogen hebben, je kunt. Je kunt uh, mensen kunnen jou aanpraten van je hebt 100 miljoen vermogen. Dus dan moet je ook een jacht hebben. En dan kun je vervolgens denken, ja, dat hoort er nou één keer bij als je zoveel vermogen hebt. dan nemen mensen mij niet serieus. Ja, dan koop ik maar een jacht van 20 miljoen. Want anders nemen mijn vriendjes me mij niet serieus. Nou, gelukkig heb ik nooit zo gedacht. Als ik dat wel zo was, dan had ik heel erg veel stappen teruggemoeten. En dan had ik denk ik ook uh, het geestelijk misschien ook moeilijker gehad. Hè? Op het moment dat je. Uh, een jacht hebben en een vliegtuig en uh, een groot huis in het buitenland, die moet je allemaal verkopen omdat je dat niet meer kan permitteren. Is dat denk ik emotioneel moeilijker dan... Ik heb privé eigenlijk gelukkig nooit de stap terug hoeven doen. Mm -hmm. uh, ik heb gelukkig nooit hele gekke dingen gedaan toen ik dan zoveel vermogen had op papier. En ben niet gaan denken, nou ik heb zoveel vermogen, dan uh, moet ik nou ook maar dat soort dingen gaan doen, want dat hoort er nou één keer bij. Uh, ja, en ik denk dat je... Uh, maar ik heb toen gemerkt, wat ik, wat ik aan het vertellen was, dat ik... Uh, uh, toch wel. Dat, het, dat je toch gevoeliger bent voor wat mensen van je denken dan je zelf realiseert. Want op het moment dat alles wat je aanraakt van tegen goud, ja, ik wist best dat het niet zo was. Hè? Uh, uh, ik ben niet geniaal. Ik ben ook geen sukkel. Uh, ik ben iets daartussenin, net als jullie en als eigenlijk iedereen op aarde. En... Uh, uh, maar op het moment dat er dan uh, hele bladzijden in de telegraaf staan. Uh, en in de quoteartikelen staan, uh, die eigenlijk um, kort samengevat uh, staat, er eigenlijk van nou, die maas kan er helemaal niks van. Dat is een prutser. Mm -hmm. uh, ja, dan doet het toch pijn. En dat, dat is, zijn wel, zijn wel uh, momenten in mijn leven geweest dat ik gedacht heb van uh, nou ik ga iedereen nog wel eens een poepje laten ruiken. En uh, wacht maar tot ik weer terug ben. Mm -hmm. uh, nou zeg ik niet dat dat de motivatie is om nu nog steeds. Uh, zo hard te werken en zoveel ambitie te hebben. Want die had ik ook in mijn AFAP-tijd, toen er alleen maar artikelen stonden... dat alles wat ik in goud veranderde, uh, uh, was ik misschien nog wel meer gedreven dan nu. Maar het is wel uh, uh, relativerend op het moment dat ineens jij neergezet wordt... als van topondernemer die uh, uh, geniaal is tot oelewapper. En... Um, ja, dat is toch wel uh, pijnlijk om dat uh, uh, niet één keer over jezelf te lezen. Maar uh, wat je ook over jezelf leest, uh, dat dat de afdronk is. Mm -hmm. En dan, uh, uh, ja, dan heb je wel zoiets van: joh, ik ben niet geniaal, ik ben geen Oelewappen, ik ben iets ertussenin. Maar ik heb wel dusdanig uh, uh, gezond verstand en veerkracht en uh, competenties dat ik. Uh, uh, ik kom er wel weer. En uh, dat hoef ik niet per se aan de buitenwereld te laten zien, maar wel aan mezelf. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Want je ziet toch wel die negatieve berichten. Ga je dan op een gegeven moment gewoon niet meer lezen, of? Ja, maar ik lees dat wel. Ja. En um, ja, lezen. Aan het begin lees je het en ja. op een gegeven moment scan je het. En dan denk Je oh ja, heb je weer zo'n. Uh, <laughs> ja, laat maar. Zelfde fout. Wacht maar. Op, Kom over tien jaar maar terug. Dan lach ik het hardst. Ja. 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 Dus je haalt er dus wel echt energie uit. Uh, ja. Ik probeer dat ik probeer dat die daar wel positieve energie uit te halen en, en uh, de, de, de kracht om juist uh, 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 een tandje erop te gaan. En hoe lang heeft dat geduurd toen jij begon hè, met die negatieve berichten om die switch te maken? Want ik kan wel. Nou, niet lang. Nee. Gewoon Wat ik net al is, zei hè, ja, kijk op moment dag, je, het moment dat je dat je realiseert dat dat dat. Uh, ik vond het het moeilijkste om het thuis te zeggen, hè, van ik heb gezegd joh, laat mij altijd maar gewoon uh, mijn werk doen. Laat mij maar uh, uh, dag en nacht werken. Uh, daar hebben we straks allemaal profijt van. En als straks de kinderen naar een dure school willen, dan kan dat. En als, uh, uh, als straks een groot huis in het buitenland willen kopen, dan kan dat. En weet je, dat is allemaal voor het goede doel. En om dan te zeggen, nou ik ben er nooit geweest. Ik heb altijd met de tering gewerkt. En by the way, uh, we hebben ook niks meer. En misschien kunnen we volgend jaar niet meer in dit huis wonen, want uh, 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 dat potje is nog maar heel beperkt wat, uh, wat er over is. Ja, dat vond ik wel moeilijk. Want naar mezelf toe heb ik zoiets van ja, ik, uh, uh, ja, ik heb wel voldoende vertrouwen in mezelf dat dat, dat, dat wel op een of andere manier weer goed komt. Maar je, 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 je belooft denk ik ook je omgeving wel. Van, joh, uh, en je, 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 je laat mij gewoon doen waar ik goed in ben. En uh, ja, dan, dan komt het allemaal wel goed en daar hebben we zometeen allemaal profijt van. En uh, ja, dat is wel heel uh, pijnlijk als je dan moet toegeven dat dat niet waar is. Ja. Hè, niet dat je bewust gelogen hebt, maar wel dat het, uh, dat, dat er uiteindelijk niet uitkomt. Dat je dus ook, uh, ja, hoe je het went of keert, uh, domme dingen gedaan hebt. Hè? En ja, dan kun je natuurlijk zeggen: wat denk ik ook zo is, hè, dat ik 99 van de 100 dingen goed deed. Ja. Maar dat die een van de 100 die je niet goed deed, uh, die kostte meer dan die 99 uh, die je goed doet opleveren. Dus ja. Ja, je kunt uh, jezelf wel proberen te relativeren dat je veel meer goed en fout gedaan hebt. En ik denk nog steeds, als ik die film terugdraai, dat het wel zo is. Alleen de meest belangrijke, cruciale strategische beslissingen heb je niet goed gemaakt. Hmm. Ja, en dat zijn nou net de, uh, 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 de zaken die het verschil tussen... Uh, um, je schaapjes op het hebben of uh, aan de grond zitten, uh, die dat verschil maken. In die tijd kreeg ik, heb ik op AFAP een keer een bot gehad van 100 miljoen van 25% van de aandelen. Ja, en ik dacht, ja, daar moet ik niet aan denken. Ja, nu, nu denk ik van, uh, uh, ja, wat bezielde me eigenlijk om niet dat bedrag veilig te stellen. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik van, ja, maar dan kan ik me helemaal niet meer focussen op mijn bedrijf, want dan... Zit er zo'n snuiter uh, elke maand uh, mij te vertellen wat ik moet doen uh, van zo'n private equity maatschappij? Uh, dan uh, ben ik de hele dag met mijn vermogensbeheerder aan het bellen over uh, al dat geld dat ik daarom mee moet doen. Mm -hmm. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon, in die tijd dacht ik, ja weet je, al gaat al stort de hele helemaal naar beneden, is AFAP altijd nog wel 100 miljoen waard. Dacht ik toen. Hè? Ja. En uh, dat was toen ook een, een, een reële gedachte. En uh, kan ik me in ieder geval vol blijven focussen op bedrijf? En uh, uh, ben ik niet afgeleid doordat ik al dat geld op mijn bank heb waar ik ook weer iets mee wil gaan doen? Mm -hmm. En uh, uh, door uh, allemaal mijn uh, uh, types op de Zuidhuis... die mij gaan vertellen hoe ik mijn bedrijf moet runnen. Want ik denk ook wel, kijk, want je bent begonnen als 21-jarige. op een gegeven moment ben je naar een kantoor gegaan. Daar heb je nog zelfs gewoond. Je had geen normale douche. Dat je best wel de risico's opzoekt bij jezelf of de grenzen. Mm -hmm. Maar dat jij het inderdaad gewoon pijnlijk vond om het op een gegeven moment tegen je familie te zeggen. Omdat je in de tussentijd die verantwoordelijkheid wel hebt opgebouwd. Ja. Omdat je dan een huisje boom beestje hebt. Maar als jij dat niet had, hè, dat heb je natuurlijk wel, dat is natuurlijk super fijn. Maar dan had het jou dan heel veel gedaan? Dat het dan eventjes wat minder ging met het bedrijf? Dat je eventjes in een dieptepunt zat met je leven? Ik snap eerlijk gezegd je vraag niet helemaal. Um, je zei in het begin dat je ging ondernemen. En dat je wou gaan ondernemen op je 21ste. En niet op je 40ste. Omdat uh -huh. op je 40ste heb je alle verantwoordelijkheid. Ja. Heb je twee kinderen, heb je een vrouw, huisboom, een beestje. Dan begin je niet meer zo snel. Dan begin je niet meer zo snel inderdaad. Dat betekent natuurlijk niet dat als je 40 bent... je geen verantwoordelijkheid hebt als je ondernemer bent. Nee, trom, Dat nee. bedoel ik inderdaad. Van oké, okay, over tijd bouw je dus eigenlijk ook een soort van... Tenminste, dat heb ik voor mezelf. Ik kan nu alles doen. Ik kan hmm. mijn huis kwijtraken. Ja. Ik, ik kan onder de in een god gaan leven of onder een brug. En dat maak me niet zo heel veel uit. Maar... Liever niet hoor. Liever niet. Nee. Maar ik merk wel dat er bij ondernemers een soort van... Ik weet niet, misschien een soort van angst kan ontstaan. Omdat je dan op een gegeven moment ouder wordt. En dan krijg je een vrouw, dan krijg je kinderen. Dan krijg je in één keer heel veel verantwoordelijkheid. Dat je daardoor misschien anders gaat ondernemen. Ervaar je dat dan ook? Dat je anders gaat ondernemen omdat jij vrouwen, kinderen en verantwoordelijkheid hebt? Of heeft nee, dat, nee, dat, dat denk ik dan niet. geen invloed gehad? Nee, ik denk niet dat dat per se uh, een reden is om anders te ondernemen. Nee. Nee, want ik denk wel dat je als je ondernemer bent met veel drive en uh, veel uren die je werkt, dat je wel vanaf dag één als je een partner ontmoet, uh, heb ik in ieder geval altijd wel gedaan, aangegeven van joh, uh, ik ben best een aardige kerel en we kunnen het best leuk hebben. Maar je moet hem wel laten werken. Op het moment dat je tegen mij zegt uh, vanavond om tien uur van joh, uh, als jij een interessante investeringspropositie krijgt, vind je niet leuk als je snel kijkt dat dus ik wil met jou tv kijken, ja. Zo zit, ik zit zo in elkaar dat als ik kansen zie, dan wil ik daar vol in kunnen gaan. En uh, ja, daar heeft mijn thuisfront heeft allerlei voordelen van mij, maar ook allerlei nadelen. En dit is, denk ik, de belangrijkste. Ja. Uh, namelijk dat ik wel uh, uh, de drive in me heb om, uh, en de ambitie om elke keer weer een stapje te willen maken. En dat dat uh, 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 ertoe leidt dat, dat je niet altijd. Uh, prioriteit hebt op je uh, gezinsleven. Ja. En in, ik denk in de beginfase, toen je want heel veel mensen die naar kijken zijn dus uh, de, wat zei je, tussen de 20 en 35 jaar. In de beginfase heb je ook heel veel opgeofferd. Mm -hmm. ja, je woont in een kantoor. Uh, ja, ik weet niet hoe, hoe je relaties op de... Ik had geen leuke, uh, als ik een vriendinnetje had en uh, die had door dat ik op een kantoor op een slaapbankje sliep... dan waren ze heel snel weer weg. Uh. Dus ja, uh, ja, dus ja, je moet wel, uh, dat is wel echt, uh, heb ik zeg gezegd, maar het is wel, wel, het is wel waar dat je dan op dat moment wel echt alles opoffert. Alles, en dat, dat hoeft niet, hè? dus het is niet zo dat ik zeg, iedereen die een bedrijf begint, moet alles opofferen. Mm -hmm. Maar mensen die zeggen, ja, maar ik wil in de quote komen en ik wil uh, uh, niet in een BMW rijden, maar in een Ferrari. En ik wil, ja, ja dan, ja, mensen die dus, dus misschien wel te veel ambitie hebben, hè, maar mensen die in ieder geval... Niet gewoon ambitieus zijn, maar uh, uh, extreem ambitieus zijn. Ja, die moeten wat ik altijd wel geweest ben. Ja, dan uh, betekent dat dat je alles uh, aan, de kant moet, uh, aan de kant moet zetten om dat doel te bereiken. En mensen die dat er niet voor over hebben, wat het merendeel van de mensen is, wat ik overigens ook heel erg goed begrijp. En ik merk aan mijn eigen kinderen en uh, de. de, 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 de en hun vrienden, en hoe de huidige generatie daarnaar kijkt. Ja, in mijn tijd, ik, ik ben 51 jaar jong of oud, net hoe je het noemen wil. In hmm, mijn jongen. tijd was het nog zo, van als je dat wilt bereiken, dan was het volstrekt normaal dat je de touwtering moest werken. En uh, anders kwam je er niet. Mm -hmm. En de huidige generatie, uh, uh, die heeft ook een andere definitie. In mijn tijd was, je hebt het gemaakt als je een vrijstaand huis hebt en een BMW op de stoep. Mm -hmm. En, uh, uh, ja, en tegenwoordig heb je het gemaakt als je uh, uh, een prettig leven hebt en uh, financieel niet te veel zorgen. Dus dat je een beter gebalanceerd bestaan hebt. Ja. Dus, en daar is niets mis mee. Hè? Dat, is ook wel, uh, uh, dat heeft de huidige generatie misschien ook wel beter gezien. Hè? Maar het, bij mij zit het zo in mijn DNA van joh, als je dat wil bereiken, ja, dan moet je niet piepen. Je moet gewoon knallen en niet uh, één dag of twee dagen, maar iedere dag... Uh -huh. uh, dat ik dat vanzelfsprekend vind. Maar de, de huidige generatie vindt het vanzelfsprekend... dat als je een salaris hebt die je permitteert... om uh, een leuke vakantie te kunnen maken, uh, geen auto te hebben... dat hoeft helemaal niet uh, als je maar van A naar B komt. En uh, uh, je hoeft niet per se in een villa te wonen als je in een appartement woont... maar je kunt daardoor wel een prettig leven hebben... dan is dat te prefereren. In mijn tijd was het meer van ja. Nee, maar als je het gemaakt hebt, dan heb je een grote auto. Heb je een groot huis. Dan werk je hard. Ja, en dan ben je maar, heb je maar wat minder uh, life en wat meer work. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat de huidige generatie dat beter gezien heeft. Uh, omdat uh, ja, feitelijk is tijd natuurlijk nog meer waard dan, uh, dan geld. Ja, dat wel. Tijd heb je maar, uh, hebben we allemaal, maar beperkt uh, op deze aarde. Maar ik denk dat het moeilijk is. Hoor. Dat is het zeg maar, laatst van. Mijn laatste vraag dan hierover is, wat ik heel erg merk, is dat aan de ene kant werken wij gewoon keihard, elke dag. andere kant heb je ook wel eens dat je vrienden je weer appen en zeggen van hé, hey, kom weer een keertje uit. Of dan zegt je familie even, we hebben weer een verjaardag. Of hé, hey, uh, iemand appt je en zegt van hé, hey, kom een keertje op date. Weet zulke dingetjes. En dan ja. hoor ik altijd hè, van de ondernemer, die moet gewoon trainen doorgaan, alles opofferen. andere kant denk, hoor ik ja, ook weer eens moet van moet. Ja. Uh, niks moet ja. inderdaad, maar. Laat het laat zo zeggen, wij hebben ambitie om hoge hoogtes te gaan bereiken. Mm -hmm. Denk je dan dat het noodzakelijk is om ook zulke dingen, voor mij persoonlijk, hè, gewoon persoonlijk vraag, maar om ook zulke dingen gewoon voor nu aan de kant te zetten, zodat je alleen maar gaat focussen? Of zeg je van nou, ik ging ook nog wel eens af en toe op een date of uh, op uh, avondje uit, of deed dat nooit? Ik deed het aan het begin van mijn bedrijf, inderdaad, uh, door de week in ieder geval nooit. Heel simpel, door de week is werk. Ja. Zo is eigenlijk mij thuis nu nog steeds zo. Hè? Als ze uh, etentje of zo, ja, in het weekend prima, maar het kennen ze wat doe. Dan eigenlijk als iemand op woensdagavond zegt ik vier mijn verjaardag, zeg ik, ja, dat is gewoon door de week. Dat is werk. Ja, dat, dat is uh, niet goed of slecht. Dat is gewoon hoe ik ben. En iemand anders kan anders zijn. Dat is, het is niet zo dat, dat mijn wijsheid uh, de wijsheid is. Nee. Uh, of mijn waarheid de wijsheid is. Het is zo dat dat, uh, maar voor mij persoonlijk is het nu nog steeds zo van. Uh, ja, door de week is uh, ja in principe uh, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat uh, geblokt werk. En uh, nou dan heb ik tegenwoordig wel drie keer per week uh, een personal trainer, maar ik heb thuis een gymmetje, dus die komt dan bij me thuis, effectief. Dus dan kost een uurtje. Ik ga daarna uh, meestal eerst nog even kijken welke mails ik gemist heb en beantwoorden. En daarna ga ik pas weer onder de douche en dan ga ik weer even verder werken. Maar uh, dus dat is uh, dan wel onderdeel van het, uh, het ritme geworden. Omdat uh, ja, ik wil ook proberen wat uh, ouder dan 51 te worden. <laughs> dus dat is noodzakelijk kwaad. Um, maar uh, ja, door de week is wel, uh, staat voor mij in het teken van werken. En uh, uh, in het weekend uh, werk ik minder. Niet niet, uh, maar werk ik minder. En uh, maak ik ook wel tijd voor een etentje, een verjaardag, uh, leuke dingen. Wat, wat, waar word je gelukkig van? Ben ik wel wel benieuwd naar. Mm -hmm. wat, wat, wat zijn de momenten dat je zegt. Daar ben ik, dan ervaar ik geluk. Is dat ook dan als je aan hard aan het werk bent? Ja. Als ik, uh, uh, ja, natuurlijk is het allerbelangrijkste. Aller, aller dat, dat spreekt voor zich, denk ik. Maar goed, uh, uh, gezondheid, niet alleen van mezelf, maar ook van, uh, van uh, uh, je familie, je kinderen, uh, je omgeving. Dus dat is vanzelfsprekend veel belangrijker dan, dan alle andere dingen bij elkaar. Maar zakelijk haal ik mijn. Geluk nog steeds wel uit goede deals successen. Als ik een investering gedaan heb en dat wordt uh, na een jaar voor uh, acht keer de investering verkocht, ja, dan krijg ik een kick. Ja, geluk is misschien een groot woord, maar die kick die heb ik wel nodig om, uh, ja, denk ik, wel nodig ook om gelukkig te zijn. Ja. Ik denk Dat ik niet gelukkig word van enkel het feit dat, uh, uh, ja, dat ik wel een lekker leventje heb, zeg maar. Nee, het is wel van ik wil groei zien. En niet groei zien uh, omdat ik een soort Dagobert duck ben die in het geld wil zwemmen. Maar omdat uh, ik er een. Uh, uh, ja, ik zie het als wat ik nu, nu per vandaag doe, hè, daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar dat, is, nee, dat nee. zie ik meer als een nee. beetje een combinatie van uh, monopolie en schaken. En dat, wil ik, dat, is, dat zie ik als een soort spel. En dat spel wil ik winnen. En dat spel win je alleen als je elke keer een beetje meer uh, verdient. En uh, mensen verwarren dat vaak met dat je dan dus een geldwolf bent. Maar voor mij is het een, een, een spel waar ik, uh, ik een kick van krijg als ik het win. Ik onderbreek de aflevering even, want ik ben heel benieuwd of jij weet wat de meest bekeken YouTube-video is op dit moment. Sinds mei 2022 is de meeste bekeken YouTube-video meer dan 12 miljard keer bekeken. En die video alleen heeft al meer dan 12 miljoen euro opgeleverd voor de makers. En hoe komt dat? Dat komt door al die advertenties die YouTube voor, midden en na video's plaatst. Voor de maker superleuk, voor jou fucking irritant. Hoe kun je dat voorkomen? Met YouTube Premium. Alleen YouTube Premium is in Nederland onbeschoft duur. Iets van 10 tot 14 euro per maand. Dat ga ik voor jou oplossen. In Turkije is YouTube Premium namelijk maar 1,50 euro per maand. Maar hoe gaan wij het afsluiten in Turkije? Dat doen we met de partner van deze aflevering, NordVPN. Met NordVPN kun jij je IP-locatie verplaatsen naar andere landen... bijvoorbeeld Turkije... om vervolgens het internet te gebruiken alsof jij in dat land bent. Als je daar dan een YouTube-kanaal opent... en YouTube Premium afsluit... hoef je slechts 1,50 per maand te betalen. En daarna kun je de boel gewoon weer terugzetten naar Nederlands... en lekker je Nederlands video's kijken. Win-win dus. Want wat jij betaalt in Nederland per maand... betaal je in Turkije per jaar. Je kunt bijna 8 jaar kijken voor de kosten die je in Nederland per jaar betaalt voor wat je in Turkije betaalt. Dus we gaan stoppen met dief zijn van onze eigen portemonnee. Ditzelfde trucje werkt ook voor Spotify, Netflix en andere abonnementen. Dus klik op de link in de beschrijving, start je lidmaatschap bij NordVPN voor minder dan een kop koffie per maand. Daarnaast krijg je een hoop gratis dagen van ons, dat hebben wij voor jullie gefixt. En support je de show. Dus stop met het stelen van je eigen portemonnee. Ons supporten vinden we ook heel fijn. Klik op de link in de beschrijving, en dan gaan we. Eerst nog zeggen welke video het was: Baby Shark. Dat wist je niet. hè. Dan gaan we nu terug naar de show. Vind je inderdaad leuk om, om daar het bruggetje langzaam naartoe te slaan wat je dan nu doet? Want ik denk dat mensen ja. dit zich afvragen van nou oké, okay. we waren heel hard aan het pieken in het verhaal. Toen ja. uh, kwam er ineens een heel hard dal. Daar heb je eigenlijk ook, vind, vind ik, op een interessante, unieke manier, ook daar weer uit weten te manoeuvreren, waardoor je dan nu doet wat je nu doet. Want jij was eigenlijk, nou, alles ging zo goed als naar nul. Uh, mm -hmm. Jij had nog een paar ton. Ja. Uh, dat klinkt natuurlijk voor mensen nu als veel geld. Voor de club, wat ook heel spannend klinkt. Maar, exact. Ja, dat verhaal die maakte elke maand een paar ton verlies en dan kregen ze met z'n allen mij aan. Dus dan gaat het ja. heel hard hè, als je dat. Uh, ja. Ja, want ja. jij had 20% uh, aandeel van Vitesse op dat moment. Uh, nee, ik had op dat moment. Uh, op het moment dat AFAP zeg maar uh, niet goed ging, uh, ja, oké. Okay. Ja, het is een beetje afhankelijk wanneer ging het niet goed en wanneer okay, uh, ben ja. ik uit AFAP gegaan. Maar ik had 20%. Ja. Ja, die heb ik in, uh, in, in de tijd gekocht dat, dat AFAP nog best behoorlijk ging. Uh, uh, en een optie om nog 50% van de aandelen erbij te kunnen kopen op dezelfde waardering. Dat was omdat ik dacht, van, als ik zo meteen voor... Honderden miljoenen AFAP verkocht heb, dan heb ik nog een leuk uh, speeltje. <laughs> ja, het klinkt nu een beetje. Een beetje blase, maar zo was dat. Dat was toen wel reëel. Hè? Net als Franse de Zijmere, FC Utrecht heeft, zeg maar. Dacht ik van nou dat is leuk, dan heb ik een beetje wat om handen. En dan was dat relatief nog maar een klein bedrag van mijn vermogen. Dan kan ik met dat andere bedrag allemaal verstandige dingen doen. En uh, dat flink vermeerderen. En dan heb ik ook nog leuke voetbalclub waar ik een beetje mee kan, uh, kan pielen. Uh, het liep anders. Uh, op het moment dat. Uh, dat ik met AFA op de verkeerde kant op dreigde te gaan uh, en uh, of eigenlijk al de ja ik denk wel dat je van gelijk hebt dat het al de verkeerde kant op ging zeg maar dat ik toen uh, toen werd ik gebeld dus zat ik inmiddels in de uh, uh, ja was ik steeds meer betrokken bij Vitesse zijn een hoofdsponsor geweest met Ava bij Vitesse dus zo ben ik bij de club terechtgekomen Ze kwam geld tekort nog meer geld tekort uh, ik betaalde de hoofdsponsor bijdrage. Eerst gewoon uh, achteraf en daarna uh, een kwartaal vooruit, half jaar vooruit, een jaar vooruit. Uh, uh, nou ja, toen gingen ze aandelen uitgeven en zei ik, nou, ik wil ook wel wat, uh, wat kopen. Uh, maar lang verhaal kort. Op een gegeven moment werd ik gebeld door Paul van der Kraan. Hij is nu algemeen directeur van SC Twente. En die was toen algemeen directeur van uh, Vitesse. Uh, van joh, we kunnen morgen de salarissen niet betalen. En... Uh, uh, ja, daar hebben we geld voor nodig. Kun jij dat niet even betalen? Want uh, in de beleving van iedereen was ik nog steeds heel erg rijk. Want ik stond volgens mij toen nog steeds in de quote voor 150 miljoen. Quote denk, laten we het maar eens halveren of zo. <laughs> dan, dan zullen we wel ongeveer goed zitten. <laughs> yes. Maar uh, dus iedereen ging er toch van uit van hij kan wel zeggen dat hij weinig heeft, maar uh, uh, ja, volgens de quote heeft hij 150 miljoen, nou laten het de helft zijn, hij heeft in ieder geval nog zat. Dat dat niet zo was, dat geloven mensen dan ook niet. Maar goed, dat, dan moet je gaan verantwoorden dat je geen geld hebt. En dat geloven mensen dan niet. Want ja, volgens de quote heb je 150 miljoen. Uh, maar goed, uh, lang verhaal kort. Er was uh, morgen vijf ton nodig om de salaris te kunnen betalen. En uh, ja, dat was een beetje, ik zou bijna zeggen, bijna de laatste centen die ik had. Uh, dus ik uh, zei, nou, ik zit daar niet bepaald op trappelijk, Ik heb het geld hard nodig. Het gaat bij mij niet meer zo goed. En uh, ja, ja, maar goed, we hebben het echt morgen nodig. En uh, ja, als ik wat meer tijd had, zou het wel lukken om, uh, om het geld bij elkaar te krijgen. Maar goed, het is uh, ja, een paar grote tegenvallers gehad de laatste tijd. En uh, uh, ja, we moeten nu toch echt snel doorschakelen. En uh, ja, ik had zoiets van: ik heb net een heel groot bedrag geïnvesteerd in uh, 20% van de aandelen van Vitesse. Veel groter bedrag dan die 5 ton. Uh, als morgen in de Gelderlander staat, uh, Vitesse betaalt de salarissen niet meer. Dan gaat het heel hard de verkeerde kant op. Hè. Dan uh, zijn er mensen die geen vertrouwen meer in de club hebben. Uh, zeggen uh, sponsors hun contract op. Uh, nou, dan ben ik dat geld ook kwijt. Uh, dus ik zei tegen Paul van joh, hoeveel tijd heb je dan meer nodig? Nou, als ik een maand meer tijd had, dan zou het wel lukken om het geld bij elkaar te krijgen. Ik zei, nou, ik weet het goed gemaakt. Geld lenen aan een voetbalclub moet je nooit doen. Dat is uh, tip 1 voor uh, alle luisteraars. <laughs> Weet dat dus dus vast? Uh, ik zei ook nou, geld lenen aan een voetbalclub, dat is, uh, dat heb ik vaak genoeg gezien bij mensen. Dat er werd een achteraf altijd, uh, er werd altijd een keurige terugbetaaltermijn afgesproken. En op het zijn natuurlijk altijd supporters van de club. Dus daar wordt altijd dat die periode na een jaar afloopt, naar de mensen toe gegaan, nou. Uh, we hebben goed nieuws en hebben slecht nieuws. Maar uh, het goede nieuws is, er zijn allemaal kansen voor de club. Maar het slechte nieuws is, ja, we kunnen het nu nog net, net even niet betalen. Kun je het niet nog even opschuiven of ja. omzetten in een spelersfonds of iets, et cetera. Ik denk, nou, dat lijkt me geen goed plan om het SEC te lenen. Dus ik zei, nou, ik weet het goed gemaakt. Uh, ik heb het geld eigenlijk hard nodig. Maar als je het niet kan terugbetalen over een maand, dan wil ik het omzetten naar uh, 80% van de aandelen van uh, Vitessen. Nou, dat was belachelijk, want dan is de club dus maar uh, 5 ton waard voor 80% en uh, een belachelijke waardering. Ik zei, nou ja, prima. Uh, als dat zo belachelijk is, dan krijg je gewoon over drie weken mijn geld terug en dan uh, is dat prima. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En, uh, maar na drie weken werd ik gebeld met, uh, ja we willen de aandelen gaan omzetten, want uh, het is toch niet gelukt om het geld bij elkaar te krijgen. Nou, toen had ik opeens echt helemaal geen geld meer. Maar ik had wel uh, 100% van de voetbalclub. Voor, ja, waarbij iedereen tegen mij zei: ja, dat is hartstikke mooi. Maar er is nog nooit een uh, Nederlandse voetbalclub aan uh, buitenlanders verkocht. Binnen het Arnhemse is er niemand meer die ook nog maar een paar tonnen in vitesse wil steken. Want iedereen die dat had willen doen, had dat inmiddels wel een keer gedaan. En dat was niet zo goed afgelopen. Nee. Dus uh, uh, je zal dan toch iemand moeten hebben uit het buitenland. Een sjijk of een. Uh, uh, of een Rus of, uh, die, die, die uh, een Nederlandse voetbalclub wil kopen. Nou ja, dat was nog nooit gebeurd dat een Nederlandse club aan een buitenlandse partij verkocht was. Het beeld was ook van nou, dat gaat je never, never nooit niet lukken. Want uh, uh, ja, wie zit er nou te wachten op uh, Vitesse? Uh, voor een, uh, een Sjijc is een club in de Premier League een statussymbool, maar de Nederlandse Eredivisie, ja, die kennen zijn vrienden niet. En, uh, zo interessant hmm. is dat niet. Ik denk, ja, dat kan iedereen wel zeggen, maar goed, ik ga daar uh, toch vol mijn best voor doen. Dus ik heb een vendor due diligence rapport laten maken op, op mijn kosten. En uh, is een heel lijvig boekwerk waar precies alle ins en outs van de, van de voetbalclub in staan. Dat als iemand geïnteresseerd is, je heel snel heel veel inzage kan geven in, uh, in uh, alle ins en outs, zodat iemand ook snel kan schakelen. Uh, ik heb een corporate finance adviseur KPMG uh, ingehuurd om uh, teasers te sturen uh, door de hele wereld van een gerenommeerde Nederlandse voetbalclub met een mooi stadion, en, uh, uh, goede jeugdopleiding, uh, nou ja, et cetera. Er wordt in algemene termen omschreven uh, welke partijen je in de aanbiedingen hebt. En, uh, nou ja, lang verhaal kort. Uh, uiteindelijk uh, 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 Werd ik via, via, niet eens via dit uh, traject, maar het is dat toch op een of manier gaan rondzingen. Ik heb daar juist tegen niemand gezegd dat Vitesse van mij is, want uh, dat wist ook niemand. Want ja, dan uh, beperk je al je commerciële mogelijkheden, want dan heeft iedereen zoiets van: joh, uh, het is toch van hem, uh, dan moet hij er maar lekker in steken. Mm. Dus ik was wel inmiddels voorzitter van Vitesse, maar het was niemand wist dat ik ook eigenaar was. En uh, ook heel bewust, dat wilde ik ook niet. En, uh, maar goed, ik ben onderhand dat wel achter schermen gaan, uh, gaan opzetten. Toen werd ik op een gegeven moment via VIA gebeld door uh, iemand die zegt... ...ja, er is een Georgiër die wil in het weekend bij je langskomen... ...want die is wel geïnteresseerd om Vitesse te kopen. Uh, het leek mij een beetje een sterk verhaal. <gosse> Mijn uh, toenmalige vrouw uh, die ging naar de verjaardag van de zus in uh, Veendam... ...en uh, die zei van, nou ja, uh, uh, ga gewoon met ons mee... ...want yeah, je gelooft het niet echt dat die uh, Georgiër uh, Vitesse gaat kopen. Nou, ik geloofde het eigenlijk ook niet echt, maar... Ik kon me niet permitteren om er niet mee te praten. Want ja, uh, iedere idioot die met me wilde praten, ging ik toch mee in gesprek. Want ja, uh, ik had maar één iemand nodig. En ik had niet heel veel andere opties om uh, snel een dergelijk bedrag bij elkaar uh, te genereren. Was dat ook de reden dat je überhaupt die club te koop ging aanbieden? Dat, want iedereen zei natuurlijk, ja, dat kan niet. Maar was voor jou misschien ook eigenlijk een van de laatste opties om weer... Ja, ja het was in ieder geval de gekust. snelste optie ja. om weer... Uh, uh, om weer ergens een behoorlijk bedrag aan te boren. Ja, betere verwoording inderdaad, de snelste, niet de enige. Niet maar de, de enige, snelste. anders ja, had ja. het inderdaad een stuk langer geduurd. Ja, ja precies wat je zegt. Ja. Uh, maar dit was voor mij wel uh, van als dit zou lukken, dan uh, uh, anders had het een veel langer pad geworden. En nu had ik ineens uh, een substantieel bedrag kunnen aanboren als dat zou lukken. Ja. Maar goed, toen kwam uh, 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 de beste man, Meirab Jordania. Ik heb hem destijds gegoogeld. Ik kwam helemaal niets uit Google. Inmiddels uh, vind je van alles, maar uh, die kwam met uh, mensen uit uh, Zwitserland kwamen mee en uit Engeland en met, met, met een Nederlandse adviseur had hij mee. En ik had uh, mijn kantoor uh, Of acht stoelen en daar pasten ze niet eens allemaal op. Dus <laughs> ik het nou, ziet er wel heel. Dat ze niet zomaar een luchtkastelen bouwen die. Uh, uh, in zijn eentje uit Georgië met uh, Easy het heen en weer komt. En denk <laughs> ik uh, ga een mooi verhaal vertellen. Dus, uh, nou ja, dat was best. Uh, uh, dat maakte best wel een serieuze indruk. En, nou uh, ja, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid. Dat, uh, dat het me gelukt is om die club te verkopen. Ik uh, was heel druk bezig met de advocaten. Over het laatste puntje op die ieder avond van tevoren was de biel nog bijna afgeketst. En uh, het, was, uh, het was een heel. Uh, 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 ja, ik zal je de details besparen, maar er was achter de schermen nog wel heel veel aan de hand wat afgekaart moest worden. Er waren afspraken tussen Vitesse en Gelderdoom die, uh, die de koper niet accepteerden. Ik moest de algemeen directeur van Gelderdoom op zijn vakantie in Griekenland om half één nachts, nadat hij uh, zes OESO's op had, uh, bewegen om nog een, uh, iets naar mij op de mail te zetten, omdat dat nodig was, omdat anders de deal afketste ook nog gelukt en uh, nou ja, uiteindelijk uh, zaten we maandag 16 augustus 2010 uh, uh, zouden we die deal gaan doen en uh, uh, de zaterdag daarvoor is het een beetje gaan rondzingen heeft in de telegraaf een heel groot artikel gestaan met een rijke Russische miljardair koopt Vitesse. <laughs> Uh, zondag erop was Ajax Vitesse, daar was ik ook. En mensen hadden ja, een verhaal. Ja, ik zei: ja, ja, dat is inderdaad wel een, 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 een lafwekkend verhaal. Ja. Niemand geloofde dat eigenlijk. Totdat maandag om, uh, uh, maandagochtend uh, uh, de persvoorlichter van Vitesse uh, een bericht stuurde naar de media. We hebben een persconferentie uh, vandaag met een belangrijke mededeling. En toen had iedereen zoiets: 1-1 is 2, dat kon wel eens heel interessant nieuws worden. Waarbij ik gerekend had van, nou, normaal als je een persconferentie waar Vitesse zit, dan uh, zitten daar uh, drie mensen met een bloknoot. En uh, mm -hmm. ik had ook helemaal geen speech voorbereid. Of, uh, uh, wat ik, ja, dus, dus, dus vlak van tevoren zei Esther Bal, de persvoorzitter nou, ik heb een verhaaltje voor je geschreven. Mm -hmm. Dat moet je me even voor gaan lezen. Nou, ik heb ik het drie keer voorgelezen. Ja, oh, lijkt me wel een leuk verhaal. En, okay. ja, gaan voor de Landstitel en Vitesse. Het nou, ja, is op een YouTube legendarische toch? persconferentie geworden waar uh, Johan Derksen en de er veel om gelachen hebben. Maar ik ging er geen moment van uit dat daar bij een persconferentie van een voetbalclub zijn nooit camera's. Uh, laat staan dat ze van NOS, RTL, uh, iedereen daar zitten. Uh, en ik was helemaal niet bezig met die persconferentie. Ik was bezig met uh, al die laatste punten en commas in het contract. Die, het, had heel, het, 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 het had maar dit geschild of het was afgeketst. En uh, ik was heel blij dat die deal doorgegaan was. En toen uh, nou, kwam die zaal in, in binnenlopen van de persconferentie. En tot mijn stomme verwarring stonden er allemaal camera's. En uh, <laughs> zaten er geen uh, drie mensen met een bloknoot, maar uh, 60 mensen met bloknoot. En. Uh, nou ja, uh, toen was, had ik opeens Vitesse verkocht. Uh, was ik een van de weinigen ter wereld die geld verdiend had aan een voetbalclub. <laughs> en. Uh, uh, had ik weer wat lucht. En niet in de orde van grootte van. Uh, Onder de miljoenen, maar wel uh, uh, dat ik weer uh, speelgeld had, waarmee ik weer uh, uh, leuke dingen kon doen. Aan de andere kant had ik ook geen salaris meer. En uh, was ik nog heel jong hè, toen ik Vitesse verkocht uh, achteraf. Hè. Toen vond ik het allemaal een soort van normaal. Maar nu denk ik, ja, voordat ik veertig was, heb ik al uh, een bedrijf van een naar duizend mensen uh, opgebouwd, hoog in de quote gestaan, een voetbalclub gekocht en verkocht. Dat is best wel bizar dat ik nog zo jong was. Toen, ja omdat ik op mijn 21ste begonnen ben, ik altijd maar in die flow zat, uh, ja realiseerde ik me ook niet helemaal hoe bijzonder dat was. Nu denk ik, als een jochie van uh, uh, 38 een voetbalclub uh, koopt en weer verkoopt. En uh, ja, hoe doet hij dat allemaal? Dat is wel, wel, wel apart zo jong. Maar dat had ik toen niet zo op me gerealiseerd. Maar toen was ik uh, 38 inderdaad en had ik opeens weer, uh, weer lucht. Uh, aan de andere kant, ik was nog maar 38, hè. ik had nog misschien wel 60 jaar uh, te gaan uh, op deze aardbol. En dan is het best een leuk bedrag wat je gekregen hebt. Maar goed, uh, uh, je moet er ook nog wel heel lang mee doen. En je krijgt geen salaris meer. En uh, ja, wat zijn dan de opties om, uh, uh, zonder te gekke risico's, uh, wel de kans te maximaliseren dat, dat, dat je één van dat bedrag dat je dood kan leven, twee, uh, ja, dat het eigenlijk toch ook nog wel in de ideale wereld flink zou moeten kunnen groeien, en uh, drie dat je uh, uh, voldoende spreiding aanbrengt en uh, uh, geen onverantwoorde risico's neemt. Hè? Want ik had natuurlijk dat bedrag ook wel in één project kunnen steken wat tien uh -huh. keer over de kop ging of niet, maar dat kon ik me helemaal niet meer permitteren. En dat wilde ik ook helemaal niet. Uh, en ik had juist zoiets van, nou nu heb ik weer uh, uh, lucht. Uh, nu moet ik ook maximaal gebruik maken van het feit dat ik weer uh, financiële uh, armslag heb, uh, uh, lucht heb. Uh, ik hoef niet bang te zijn dat ik volgende week uh, meer betekening meer kan betalen. Mm -hmm. maar aan de andere kant ook verstandige dingen gaan doen met, uh, met mijn centjes. Ja, en dan ga je praten met... Uh, allemaal uh, voorbeelden die je aan het begin noemde. van mensen die 30, 40 keer over de kop kunnen gaan. met hele spannende projecten. Uh, start-ups die pitchen. Uh, vermogensbeheerders die uh, hun diensten aanbieden. Uh, elke dag het financieel dagblad. In mijn AFAP-tijd had onze financieel directeur het financieel dagblad. als dan een keer een interessant artikel stond, legde hij op mijn bureau. Maar Ik had helemaal geen tijd om elke dag het FD te lezen. want ik was van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Uh, uh, ja, uh, druk. Dus elke dag uh, het financieel dagblad lezen, van onderdeel van mijn werk, om daardoor ideeën op te doen. En daar las ik ook steeds meer in over uh, private equity. En uh, nou, ik ga gewoon eens wat van die fondsmanagers bellen en zeggen: Van ik woon in Elst. Van uh, nou, wanneer kun je naar Elst komen om mij eens uit te leggen wat jullie, uh, wat jullie gaan doen en uh, hoe je daarmee waarde creëert, waar de risico's liggen? Dat heb ik met tientallen private equity managers uh, gesproken. Want ik denk daar kan ik heel veel van leren. Hè. Ik heb daar natuurlijk geen achtergrond in. Vond ik heel interessant. Ik, vond, ik merkte ook steeds meer, ook als die casussen zag, hoe ze in het verleden geld verdiend hadden. Uh, hoe beheerst eigenlijk die risico's waren en hoe ze dat aanpakken. Uh, ik dacht, ja, dat is wel echt iets wat heel goed past bij mijn. Uh, uh, wat ik een prettige verhouding vind tussen uh, risk en return. Hè. Je kunt dan uh, drie, vier keer je investering uh, terugverdienen. In winstgevende bedrijven uh, die uh, ja, bijvoorbeeld in software investeren. met maandelijks terugkerende inkomsten. Een beetje vergelijkbaar met mijn consultief kredietachtergrond. Wat komt elke maand terug? Heel voorspelbaar. Het is ook heel schaalbaar. Hè. Software is een product van. als je in plaats van drie mensen. Uh, tien mensen op sales zet. kun je hetzelfde product. tegen kosten die niet drie keer zo hoog zijn. wel verdrievoudigen. Dus het is heel schaalbaar. Het is heel uh, recurring. Uh, voorspelbare kaststroom. Dus dat is een product waar ik uh, inmiddels heel veel in geïnvesteerd heb. En uh, waarbij de risico's in verhouding tot de mogelijke upside uh, een hele goede balans uh, kennen. En uh, nou, mijn idee was, ik ga in drie of vier of vijf private equity fondsen investeren. Dan nog een beetje beursgenoteerde aandelen. Dan uh, misschien eens een pandje her en der. En, en dan ga ik weer op de bok van een bedrijf klauteren... om iets groot te maken. Maar aan de andere kant is dan mijn valkuil van als ik een... Vol op de bok van een bedrijf ga. Ik kan niet. Ja, ik kan niet doseren. Iedereen kan dat. Maar het is mij niet echt gelukt om dat goed te doseren. Dus als ik dat doe, dan uh, ga ik minimaal vijf jaar niet meer leven, eigenlijk, alleen nee. maar werken. Nee. Uh, uh, zit ik elke avond tot twaalf uur op een energieterrein ergens zonder een systeemplafond uh, te knallen. Uh, met het risico dat het ook mislukt, hè? want dat daar moet je ook reëel in zijn. Het is niet zo dat als je je vijf jaar opsluit in een kantoor, dat je dan automatisch miljoenen verdient. Dus uh, dan had ik me minimaal vijf jaar uh, uh, opgesloten, niet geleefd, uh, was misschien niet gelukt. Uh, je bent ook niet meer uh, 28 of 30, dan heb je zoiets, nou ik sluit me vijf jaar op, ik leef vijf jaar niet, mijn tijd komt nog wel. Maar goed, hoe ouder je wordt, hoe meer je om je heen ziet dat mensen van jouw leeftijd ook... Uh, allemaal uh, vervelende dingen onder de leden krijgen... en dat het helemaal geen uh, zekerheid is... dat als je vijf jaar niet leeft... dat jouw leven daarna nog wel komt. Want wie zegt dat je er over vijf jaar nog bent? Uh, en ik zag zoveel kansen in uh, private equity land... dat ik dacht, als ik hier nou een... Uh, in plaats van dat ik dit er een beetje bij doe... als ik hier nou een vak van maak... Uh, en ik ga daar uh, uh, 70 uur per week... Uh, 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 kansen proberen te ontginnen... Uh, ik ga uh, al die uh, vergaderingen af. Ik ga de kwartaalrapportage van Koptolstaat uitspitten. En uh, iedere euro die zometeen terugkomt uit Exit weer doorinvesteren. En ik ga dan compounded zoals dat heet: rente op rente uh, effect uh, 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 maximaliseren. Dan kan ik ook heel uh, kan, mijn, kan ik mijn vermogen ook heel hard laten groeien. Zonder uh, echt een ander actief bedrijf te hebben. Maar ik kan ook hier een bedrijf van maken. Nou, dat is best wel bijzonder, want ik denk dat er niemand in Nederland is die zo actief is. Ik zeg altijd, ik ben heel erg actief met het genereren van passieve inkomsten. Mm -hmm. uh, en uh, er zijn best veel mensen met centjes die ook in een paar van deze fondsen zitten. Maar die doen ook allemaal andere dingen erbij. En vaak hebben ze ook nog een druk bedrijf. Uh, uh, maar goed, ik zit helemaal in deze wereld. Hè, en ben uh, bijvoorbeeld ook uh, voorzitter van de Best Small Cap Deal van de M&A Awards. Ik zit bij een aantal... Fondsen in de advisory board, in de investment committee. Daar leer je weer veel van, daar spreek je weer veel mensen. Uh, ja, ik loop eigenlijk alle belangrijke vergaderingen af. Daar kom je weer andere mensen tegen die jou op uh, opportunities uh, wijzen. Inmiddels zit ik in 70 private equity fondsen. Uh, 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 waar ik destijds mee begonnen ben aan uh, kapitaal, heb ik inmiddels meer dan een keer tien gedaan. Uh, want hoeveel jaar is dat? Rente op rente gaat heel hard. Ik doe het inmiddels... Uh, ja, iets meer dan tien jaar fulltime, ik denk elf ja. jaar ongeveer. Ja, dus in elf jaar keer tien. Dat is lekker. Mijn doelstelling is voor de komende tien jaar keer negen. Ja. Want mijn uh -huh. doelstelling als ik een investering doe is dat ik van een, net, dat ik een netto money multiple van drie realiseer. Netto betekent na aftrek van alle kosten in vijf jaar. Uh, en als jij van 1 euro in vijf jaar drie euro maakt en vervolgens nog een keer, dan is het na tien jaar uh, negen euro. En uh, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment bizar hard, want na 15 jaar is dat 27 euro, en na 20 jaar 81 euro. Dus in mijn wereld kun je van de 1 euro 81 euro maken in 20 jaar. Ja. Uh, dat correspondeert met een rendement van 25% per jaar. Als je dat rente op rente op rente op rente, dan gaat het op een gegeven moment. Uh, Einstein noemt het niet voor niets, het achtste wereldwonder. Ja. Dat gaat heel hard. En dat is dus wat ik, uh, uh, ja, wat, wat mijn drive is om dat compounded effect. Vol uh, die bal vol te laten rollen. Nou, dat duurt er een aantal jaren voordat je echt uh, een portefeuille opgebouwd hebt. En dat het echt hard gaat. Nou, nu zit ik vol in uh, een volwassen portefeuille. Dat ik bijna helemaal uh, met mijn hele vermogen belegd ben. En dan gaat dat effect ook maximaal. Aan de andere kant heb ik ook een eigen softwarepakket laten ontwikkelen waar ik mijn portefeuille in beheer. Waar ik de liquiditeit uh, heel goed in manage. Want ik heb, op die manier zit ik indirect in bijna 350 bedrijven. Die ook allemaal weer een keer verkocht worden. Dan komt er weer geld binnen. En het geld heer verdeeld, heer. voordat het binnenkomt, wil ik alweer uh, voldoende kansen hebben om het weer goed uit te zetten. Hmm. Mijn, mijn, mijn spel is altijd om zo min mogelijk cash te hebben. En zoveel mogelijk, want cash is dood geld. En alles wat geïnvesteerd is, ja, dan gaat dat compound effect heel hard. Dus om maximaal belegd te zijn en uh, ook belegd te blijven. Hmm. Zodat dat uh, rente op rente effect uh, maximaal, uh, dat balletje maximaal blijft doorrollen. Hmm. Dus daar uh, uh, ben ik heel druk mee, en vind ik ook heel leuk, want je kijkt alle dagelijkse operationalisering ligt uh, niet op mijn bordje. Uh, je praat wel mee, je zit in uh, advisory boards, uh, aandeelhoudersvergaderingen, uh, investment committees en daarmee uh, uh, kijk, denk je mee uh, en kijk je mee en hoe kunnen we zo'n deal zo gunstig mogelijk construeren. Is het een interessante opportunity? Hoe kunnen we dat zo uh, slim mogelijk financieren? En uh, hoe kunnen we uh, risico's mitigeren? En uh, dus je bent heel erg bezig om met strategieën. Hoe kun je uh, slimme investeringen doen? Niet alleen het goede bedrijf kopen, maar ook tegen de uh, goede waardering, uh, tegen een goede uh, structuur. Uh, uh, zo verstandig mogelijk financieren, et cetera. Uh, maar vervolgens uh, uh, zit ik op wat meer afstand. Dus ik ben best wel een, zeg maar niet in tegenstelling tot een hele uh, uh, hands-on-investeerder. Die zegt: Ik investeer in vijf bedrijven. En bij alle vijf ben ik eindig in de week hmm. aanwezig om ze te begeleiden. Dat vinden heel veel ondernemers heel leuk. Dat begrijp ik ook. Tegen mij zeggen ze ook vaak: vind, Laat je dat niet leuk dan? Ja en nee. Ja, aan de ene kant is dat wel leuk. Aan de andere kant uh, kost het wel heel veel tijd. En kun je maar een hele beperkte portefeuille managen. En. Op de manier hoe ik het doe, kan ik in uh, 350 bedrijven exposure hebben. En ben ik dus meer een hands-off investeerder. Praat ik wel op, op high-level niveau met de uh, managers van fondsen mee... over hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Maar uh, uh, ben ik niet heel erg in, direct involved bij het merendeel van participaties. Dus eigenlijk nog maar één bedrijf waar ik direct in investeer... Zonder dat ik via een private equity fonds, waarbij ik zelf uh, geïnvesteerd ben. Uh, waar ik uh, uh, een wat actievere rol heb. Maar bij uh, alle andere bedrijven is mijn rol behoorlijk op afstand. En uh, zo kan ik ook een heel goed gespreide portefeuille uh, managen. Aan de andere kant zit wel van mijn totale vermogen. meer dan 90% in die private equity portefeuille. En dat is volgens alle asset allocatietheorieën. Russisch Mispoes. Maar binnen die private equity klasse ben ik wel heel goed gespreid. Ik zit in bedrijven die medicijnontwikkeling doen, maar ik zit in bio en farma, ik zit in softwarebedrijven, maar ik zit ook in fabrieken en in uh, kledingmerken. Dus het is heel, uh, uh, ik ben binnen die private equity klasse heel goed gespreid. Maar van, uh, van de honderd die ik die ik heb, zeg maar, zit wel 90 in, uh, in deze s klasse omdat ik er heel erg als ondernemer in zit. En ik denk dat er geen enkele andere investeringscategorie is waar tegen dit soort risico's, die best beperkt zijn, dit soort rendementen te realiseren zijn. Ja, dan ben ik iemand die zegt, ja, dan kan ik een beetje in vastgoed en een beetje in op de beurs en een beetje dit. Maar dan ben ik wel weer zoveel ondernemer dat ik denk van in tegenstelling tot alle andere investeerders ga ik dan vol hiervoor. En dan wil ik dat ook niet een beetje. Ik bedoel, er is niet... Er is niet één Nederlands fonds die op de markt komt, die niet op mijn bureau komt. Dus ik, ik zit zo in die wereld dat, dat daardoor alle heel veel opportunities blijven heel erg onder de raden. Die zullen jullie nooit zien. Uh, de meeste mensen zullen die nooit zien. Maar omdat ik zo in, dat, uh, in die community zit, zeg maar, uh, het is eigenlijk net als de vastgoedwereld, dat is ook ons, kent ons wereld. Nou, dat is echt in de private equity wereld niet heel veel anders. Dat als je, uh, ook daar is uh, netwerk en uh, contacten heel belangrijk. En uh, ja, is het niet vanzelfsprekend dat alle opportunities in de Nederlandse markt komen niet automatisch op je bureau? Dan uh, uh, merk ik nu ook wel dat de al die jaren zeg maar actief daarmee bezig zijn en netwerk opbouwen, zich nu ook wel echt vertaalt in het krijgen van uh, steeds meer en betere opportunities. Is dat ook nodig? Zo hands-on aan de slag gaan om die bijvoorbeeld die 25% te kunnen realiseren? Ik denk het wel, want iemand die zegt, het uh, oh, lijkt me wel een goed idee, dat ga ik ook doen, uh, die uh, krijgt niet automatisch dezelfde opportunities als ik. Dus die, zal, die heeft minder keuze en die maakt dan uh, minder goede afgewogen beslissingen. Dus als je goede afgewogen beslissingen wil maken, moet je wel veel benchmark hebben, veel vergelijkingsmateriaal. Ja. Iemand die zegt, ik zie uh, drie private equity fondsen, nou, daar ga ik er twee van doen. Uh, die heeft over het algemeen geen idee wat er nog meer te kopen is in deze wereld. Mm. En dan zeg ik misschien, van, nou, dat is best wel een, een, een aardig fonds, maar ik heb fondsen die haalt misschien 13% rendement per jaar. Ik heb fondsen die uh, met een, ver een vergelijkbare strategie 28% halen. Mm. En uh, uh, voor je beeld heb je 15% per jaar rendement haalt of 25%. Dat scheelt van 1 euro in 10 jaar 4 euro maken of 9 euro maken. Dus jij geen 15% haalt maar 25% heb je over tien jaar meer dan een dubbele uh, uh, vermogen. Dus uh, het ver dat vereist wel dat als je dus heel uh, scherp erop zit en uh, iedere dag dealflow krijgt, nieuwe kansen die ik kunt doen, die ik natuurlijk vaker niet doe dan wel doe, mm -hmm. dan kun je beter afgewogen besluiten nemen. En als je daarnaast ook nog eens uh, uh, veel tijd steekt in het... Uh, precies weten uh, wat er allemaal in je portefeuille zit... hoe de exitplanning eruit ziet... wanneer er ongeveer verwacht wordt dat er weer cash binnenkomt... en daar nu alweer op anticipeert... door uh, nieuwe investeringsbeslissingen te nemen... dan uh, 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 ja, kun je net wat... Uh, uh, door net wat... De, ja, al die factoren weer wat beter te doen... wat slimmer te doen en actiever te doen... daar meer tijd en energie in te steken... Uh, merk je dat uiteindelijk wel degelijk in je rendement. En dan zal het misschien zo zijn dat iemand die dat minder actief doet nu geen 25% haalt, maar 19% haalt. En denkt van, joh, uh, die laatste paar procent die geloof ik wel en ik heb tenminste een leuk leven. Uh, hele valide keus. Uh, maar ik ben altijd iemand die dan dat op de lange termijn benadert en denkt van ja, maar als ik dat uh, 10, 15, 20 jaar achter elkaar kan uh, overtreffen, dan gaat op een gegeven moment die bal heel veel harder rollen. Mm -hmm. En ja... Uh, Waarom wil ik dat? Ja, omdat dat een kick geeft. Niet omdat ik dan een boot kan kopen die ik anders niet kan kopen ofzo. Maar ik heb eigenlijk geen, niet echt materiële wensen. Maar ja, ik vind dat een uh, leuk spel. Ik vind ja. het, een, het geeft mij een kick als dat zo goed gaat. Vanaf hoeveel euro is dat interessant? Want je zou eigenlijk kunnen zeggen van heb ik nu een miljoen en ik kan in twintig, twintig jaar daar keer negen op gaan. Denk ik dat dat voor veel mensen best interessant is. Als, ja, als je in tien jaar zelfs kunnen negen. In twintig jaar kan het keer tachtig gaan. 80, nou ja, dat bedoel ik. Dus 81 dus, precies. Ja, of keer 81. Ja. Ja, precies. Ja, dus zo. dat zou eigenlijk dan al. Uh, de, vanaf welk bedrag wordt zoiets interessant? Want dat is denk ik veel mensen die het kijken, die beginnen een bedrijf en die hebben allemaal wel het idee van nou, ik wil heel veel geld hebben. Mm -hmm. uh, nou en dan wat heel veel gezegd wordt, nou begin een heel groot bedrijf, verkoop het voor ge veel geld. Maar er is natuurlijk ook een pad, verkoop het voor en miljoen is nog steeds heel veel geld, maar verkoopt voor 1 of 2 miljoen. En ga je dan 20 jaar hierop focussen. En en maak daar 80, 100 miljoen van. Uh, ja, maar als je een bedrijf verkoopt van 1 miljoen en uh, je geeft een ton per jaar uit. Dan uh, kun je die miljoen dus ook lang niet gaan investeren. Hè? Dus je moet ook uh, je moet én uh, uh, vermogen hebben wat je kunt investeren. En je moet ook nog ergens van leven ja. in de tussentijd. Mm -hmm. ja. En daar moet je een balans uh, in vinden. En uh, het is zo dat bij veel private equity fondsen, toen ik begon, kon je nog met relatief lage bedragen in een private equity fonds stappen. Vaak was dat 100.000 of 250.000 euro. En de succesvolle private equity fondsen tegenwoordig beginnen vaak uh, ja, ergens tussen de, tussen de 1 en de 5 miljoen, wat je al mee moet nemen om in één private equity fonds te kunnen investeren. Ja. Nou zijn er veel fondsen waar ik al jaren in zit en dan, ja, dan, krijg je, dan is het van ja, je bent al zo lang klant bij ons, je mag mee blijven doen, ook tegen een lagere drempel. Nee. Maar je ziet wel dat steeds meer partijen erop inspringen om private equity aan te bieden aan mensen die... Wel vermogend zijn, maar niet zo vermogend. Hè? Want als de drempel 1 miljoen is... dan zit je nog steeds maar in één private equity fonds... en ben je nog steeds best wel slecht gediversificeerd. Ja, ja. Dus eigenlijk als je uh, zo'n portefeuille op wil bouwen... zou je al snel in vijf of zes fondsen moeten investeren... om een beetje risicospreiding aan te brengen. Ja. En uh, uh, nou, om mensen dus toegang te geven uh, met lagere bedragen... zie je uh, ja. uh, online platformen. Moonfair heb je bijvoorbeeld, uh, Titan Bay... Dat zijn online platformen die dan die uh, private equity tickets in kleine porties opknippen. Betaal je wel dubbele kosten, want zij willen er natuurlijk ook nog wat aan verdienen. Uh, maar dan kun je bijvoorbeeld vanaf 100.000 euro, wat ook heel veel geld is, ja. uh, meedoen in een private equity fonds. En daarnaast ja. zijn er ook uh, banken, zijn er steeds actiever in. ABN AMRO, Mees Pierson bijvoorbeeld biedt ook aan klanten private equity oplossingen aan voor kleinere bedragen. Uh, vermogensbeheerders die ook uh, uh, ja, eigenlijk doen wat ik doe, maar dan voor hun klanten en die in porties aanbieden aan hun klanten. Dus je ziet dat wel steeds vaker gebeuren. Rechtstreeks zaken doen met een private equity partij, zoals ik doe, daar moet je wel. Uh, zeg maar, toen ik ermee begon, had ik eigenlijk ook niet het vermogen waarmee ik in deze tijd een goed gespreide portefeuille zou kunnen opbouwen. Toen kan dat nog wel, omdat die entry tickets lager waren. En inmiddels heb ik mijn vermogen zo vergroot dat ik nu ook weer uh, aan de huidige uh, uh, aan de huidige ondergrenzen kan voldoen... om toch een goed gespreide portefeuille op te bouwen. Ergens in een uh, interview... Achterlap ben ik precies op tijd begonnen in Private Equity... om daar nog zonder uh, tussenschakels zelf uh, te in te kunnen zitten. En de ja. meest succesvolle partijen waar ik toen ingestapt ben... als iemand daar nu heen gaat met... ik wil wel voor 10 miljoen meedoen, worden ze weggestuurd. Omdat die uh, meer uh, kapitaal kunnen aantrekken dan ze... Dan ze goed kunnen uitzetten. Mm -hmm. Dus die dan met name aan bestaande investeerders zoals ik de mogelijkheid blijven bieden om mee te doen. En nieuwe partijen komen er gewoon haast niet meer tussen. Nee, dus in die ja. zin uh, ben ik achteraf, dat is meer gelukt dan wijsheid, ook op het goede moment uh, uh, ertussen gekomen. Ergens in een interview gaf je ook aan dat je nu op dit pad weer eigenlijk weer onderweg bent naar die plek die in de quote, is dat nog steeds. Is dat een doel en, en is dat het? Nou, dat was waar niet waar nog vanuit mijzelf als doel geformuleerd. De vraag zei van ja, ja, ja. Uh, zou het kunnen dat je, als je zo doorgaat, weer in de quote 500 komt? En uh, 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 hoe vind je dat? Nou ja, als ik doorga hoe ik het nu doe, dat gaat natuurlijk heel hard. Dan, uh, dan denk ik dat dat wel reëel is. Als ik uh, ja, dus dat, dat denk ik wel, dat dat zou moeten kunnen lukken. Maar het hangt ook af, die ondergrens gaat ieder jaar omhoog. Dus uh, mm. het is een beetje als uh, uh, hardlopen tegen een roltrap die naar beneden komt, zeg maar. Dus uh, uh, iedere keer als jij een stapje omhoog doet, dan uh, gaat, dat, uh, gaat die trap weer ook weer een stapje naar beneden. Dus uh, het is geen doel. Het is niet zo van, ik moet in de quote 500 komen. Uh, maar ik denk wel dat het... Dat het Reëel is als ik uh, de huidige op het huidige, als ik zie hoe ik de laatste jaren gestegen ben, en als ik uh, uh, de potentie zie vanuit mijn bestaande portefeuille en nieuwe investeringsmogelijkheden om uh, mijn vermogen te blijven vergroten, dan uh, lijkt het wel reëel dat ik daar weer in zou kunnen komen. En wanneer dat dan is, is lastig, omdat het ook afhangt van hoe hard die ondergrens uh, omhoog nee, gaat. Nee. En op dat moment, ja. Is ja, ja, en als je dan kijkt naar Bijvoorbeeld, hè? we hebben nu een podcast gehad, die duurt twee uur lang. Zometeen kijk je weer op je mail en zie je een nieuwe Zeker. kans. Dat is het eerste wat ik doe. Als ik... Mm -hmm. Precies, ja. maar is het, dan, is het dan de fonds die jou een mailtje stuurt van... ...hé hey, jongens, uh, we hebben hier een nieuwe kans. Of is het dan een, fonds, een andere soort fonds die jou benadert? Hoe, hoe gaat dat proces precies? Ja, nou, Het is communicatie vanuit mijn bestaande investeringen. Hè. Dus, uh, uh, daar worden capital calls gestuurd, zoals dat heet. Dus uh, je committeert je aan een fonds om mee te doen dus bijvoorbeeld ik wil een miljoen meedoen en dat wordt dan de komende vier of vijf jaar geïnvesteerd uh, en er wordt een uh, capital call naar je gestuurd op het moment dat, je, dat er daadwerkelijk een transactie gedaan is en dan moet je binnen twee weken storten dus ik krijg bijvoorbeeld ik kan nu bijvoorbeeld in theorie kan ik nu 70 capital calls in mijn mailbox hebben of ik binnen uh, Twee weken een paar ton wil sorteren. Hmm. In de praktijk zal dat niet zo zijn, want ik probeer heel erg met al die fondsmanagers ook op te trekken. Met ja, wanneer verwacht je ongeveer te gaan collen? En welk percentage van het commitment ongeveer? Want je moet daar heel strak op. Ik kan het niet allemaal cash aanhouden. Dat kan wel, maar dan heb ik heel veel doodgeld. Dus ik probeer zoveel mogelijk geld aan het werk te hebben. En uh, dus er kunnen capital calls in mijn mailbox zitten. Er kunnen rapportages in de mailbox zitten van uh, hoe de bestaande portefeuille zich ontwikkelt. Hmm die worden meestal per kwartaal verstuurd en dan komen ze meestal zijn allemaal half februari gekomen de volgende komen weer allemaal half mei uh, ja er kunnen tussentijdse ontwikkelingen zijn die gedeeld worden er kunnen nieuwe partijen zijn die investeringsopportunities pitchen uh, maar daarnaast lees ik ook heel veel Ik krijg ook alle mogelijke nieuwsbrieven uh, uh, struin ik uit en ik lees elke dag het FD van kop tot staat. En uh, het moet wel heel goed op de hoogte zijn wat er, uh, uh, wat er gebeurt in uh, uh, investerend en uh, financieel economisch Nederland. Mm -hmm. uh, dat is wel echt onderdeel van mijn vak, is om, om high-level te denken, wat uh, interessante opportunities zijn. En dan moet je het ook wel goed zien wat er, in de, wat er tendensen zijn en trends die in de wereld gaande zijn. Dus dat kan heel uh, gevarieerd zijn. En ik ben, ook, ben, ben volgens mij de enige ter wereld die op zijn visitekaartje geen telefoonnummer heeft staan, maar alleen maar een mailadres. Hmm. Ja. En dat is ook heel bewust. Omdat aan, ik kies er heel bewust voor om dit om, om, om er een One Man Show van te maken. Ja. En uh, CEO van mezelf uh, te zijn. Uh, omdat ik heb ooit heel veel personeel gehad. En uh, ja, dan kan ik zeggen, ik neem één of twee of drie mensen aan en die gaan voor mij allemaal dingen doen. Maar ik vind het een heel prettig idee. Het is vooral gevoelsmatig een prettig idee om een vrije jongen te zijn. En uh, als ik naar Mallorca ga vrijdag, dan neem ik een laptop mee. Ja, zo gauw ik geland ben, uh, eerst eerste wat ik doe is om openklappen en uh, de mails erbij werken. Maar ik hoef niet dingen over te dragen. Uh, ik hoef niet van iemand anders een memootje te lezen waarom die denkt dat het verstandig is om ergens in te investeren. Maar ik spreek zelf met diegene die die propositie aanbiedt. En ik heb daar behalve de ratio ook zelf een gevoel bij. Mm -hmm. uh, dus mijn, mijn, ja, ik vind het best lastig om uh, uh, het niet zelf te doen. Ik ben een vrij atypisch iemand. want de meeste mensen, zoals ik, met centjes, die vinden dit helemaal niet leuk om zelf te doen. En die besteden dat uit aan een family office. De meeste mensen die mijn werk doen, doen dat niet met hun eigen geld. Maar doen dat met geld van iemand anders, die in Zuid-Frankrijk op zijn jacht aan dobber is. Mm -hmm. uh, en ik vind het juist leuk om uh, het zelf te doen. Uh, uh, ja, want als het goed gaat, kan ik mezelf een schouderklopje geven. Als het slecht gaat, hoef ik alleen maar in de spiegel te kijken. Of niet boos te worden op iemand die voor mij een bekeerd besluit genomen heeft. Dus uh, uh, het is vrij atypisch om het voor jezelf te doen. Maar ik vind dat juist uh, leuk. En ik vind het ook leuk om het. Uh, in principe wil ik het ook altijd alleen blijven doen. En dat moet je efficiënt werken. Dus bij mij gaat alles per mail. Ik word nooit gebeld. Uh, dat is een heel bewuste keuze. omdat anders ben ik vanavond niet om 11 uur klaar. Maar om, uh, om twee uur als ik. Uh, iedereen uh, uh, moet praten over hoe uh, de voetbalwedstrijd van afgelopen zaterdag was. En voor uh, mij gaat het wel efficiënt. Mm -hmm. En dat moet ook, om uh, alleen mijn showtje te kunnen blijven runnen. Ja, begrijpelijk. En als je dan in dat kijkt, je krijgt dan uh, uiteindelijk krijg je zo'n mail. Je denkt: oké, okay, het is een goede kans. Mm -hmm. Hoe gaat het vervolgproces dan? Ga je dan uh, inderdaad terugmailen of wordt het op een gegeven moment bellen? callen? Hoe ziet dat vervolgproces eruit? Nou, je hebt er of fysieke afspraken over, of uh, Teams meetings, of uh, er wordt een uh, digitale dataroom aangemaakt waar je een uh, NDA voor moet tekenen. Een geheimhoudersverklaring om daar toegang toe te krijgen. En dan ja. kun je bijvoorbeeld alle vorige investeringen in dep bekijken, hoe ze dat gedaan hebben. Uh, uh, waarmee, hoe er geld verdiend is, uh, uh, hoe ze die deal geconstrueerd hebben, etc. Dus uh, maar eigenlijk gaat alles bij mij altijd eerst per mail. Als je een afspraak wil ik heb een interessante propositie, wil ik eerst per mail, want ik heb geen tijd om het iedereen een afspraak te maken. Uh, dus he, eerst filteren van: nou uh, stuur je uh, uh, presentatie of uh, IM, investeringsmemorandum, maar toe. En dan ga ik hem doornemen. Als het interessant is, vraag ik soms nog wat vervolginformatie op. Nou, en dan vervolgens uh, maak je een afspraak. Uh, en uh, ja, degene die dat doen, kijk je in de ogen. Nou, en daarna uh, krijg je of nog meer informatie of een digitale dataroom... of je zegt van nou ik doe het wel of ik doe het niet. En als je het wel doet, dan krijg je tegenwoordig uh, hele ingewikkelde uh, uh, nieuwe customer informatie die je moet invullen. En uh, ja, de, ze willen echt de hemd van je lijf weten in het kader van, uh, van de, de huidige regelgeving. Hè? De, dat er geen sprake is van witwassen. dat uh, het geld van een uh, legale herkomst heeft, et cetera. Je moet echt heel veel uh, aantonen. En, uh, Vroeger was het alleen een Kamer van Koophandel en een formulier van uh, drie A4'tjes. En tegenwoordig is het echt dat formulier is uh, 80 A4'tjes en ja. uh, uh, in het Engels. En uh, daar moet een uh, aandeelhoudersregister bij en jaarcijfers. En uh, 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 je, nee, je kan het schrik niet bedenken wat ze allemaal, uh, uh, de oprichtingsakte... Uh, uh, als, als het fonds ook in Amerika investeert, nog speciale extra vragen over. Uh, of, in onder de, of als ze ook Amerikaanse investeerders hebben, wil ik zeggen, dan is het nog ingewikkelder. Want dan uh, moet je nog allemaal extra vragen invullen om, uh, omdat als je onder de Amerikaanse wetgeving valt, het nog weer een stuk uh, complexer is. Dus dat is best uh, uh, alleen daarom al zijn er veel mensen, zoals ik, met centjes die zeggen: ja, ik heb geen zin om dat allemaal in te vullen. Uh, ik heb daar uh, lieve mensen voor, dat begrijp ik wel. Dus dat is ook het minst leuke onderdeel van mijn werk. Uh, en vervolgens, als je het allemaal aangeleverd heeft, dan komen er nog uh, TIG vragen over wat ze dan allemaal nog meer willen weten. En je moet uh, ja inmiddels ook aantonen dat je daadwerkelijk op je adres woont. En dan vragen ze nog energienota's uh, van je privéadres. En uh, dat is allemaal, het zijn allemaal kleine dingetjes. Maar dat allemaal samen is wel uh, best wel een hoop, uh, hoop administratieve romslomp. Ja. maar. Uh, ja, Desondanks vind ik het merendeel van wat ik doe wel heel leuk. Ja, ja. en, en, en uh, het gekke is dat je ook hier moet blijven focussen. Want er zijn heel veel mensen die uh, dus mijn verhaal horen. En uh, moet ik er gelijk maar bij zeggen: Als ik naar aanleiding van jullie podcast nog twintig nee. e-mails van mensen die zeggen van nou: Ik heb je verhaal gehoord, interessant. Ik wil wel meedoen. Ja, uh, dat doe ik niet. Nee. Uh, dat is moeilijk hoor. Want uh, ik denk als ik iedereen die ik ooit gesproken heb die mee wil doen, uh, dan heb ik misschien wel 50 tot 100 miljoen wat ik zo laten meedoen en waar ik zo'n procent per jaar over kan rekenen. Nou ja, reken uit. Dat is veel geld. Uh, maar dan moet ik wel verantwoording gaan afleggen aan mensen en dan ben ik niet meer vrije jongen. En dat voelt heel uh, vervelend. Mm -hmm. uh, als dan iets goed gaat, dan uh, prima. Maar als er een keer iets minder goed gaat, dan, 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 ja, dan vind ik dat nu niet zo'n probleem. Want ik kan mezelf wel uitleggen dat die andere negen van de tien dingen wel goed gaan en de grote lijnen blijft zien. Mm -hmm. Daar moet ik mensen gaan uitleggen waarom er minder uh, dingen, misschien een keer niet goed gaan. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan moet ik denk ik ook op een andere manier, denk dat ik denk op een andere manier ga investeren. Bewust of onbewust. Ik denk meer onbewust, want je denkt ja, dat is toch het geld van iemand anders. Uh, ik ga nog meer de risico's mijden en daarmee hol uh, je ook een aantal interessante opportunities wat uit. Dus dat is een kans. Daarnaast heb ik een uh, softwarepakket laten ontwikkelen dat helemaal gebouwd is om mijn portefeuille goed te beheren. Er zit een appje aan, hier met de indruk op de knop kan ik nu precies zien wat er, het, wat er open staat, hoe mijn totale vermogenspositie per nu is en uh, uh, hoe de liquiditeitsvoorkast eruit ziet. En, en uh, als ik het dan mensen laat zien van een family office die dus voor rijke mensen geld beheren. Die hebben ons iets, dan kan ik daar geen licentie van krijgen. Want dat zou voor ons ook uh, geweldig zijn. Ja. Nou, ik kan morgen ook uh, zomaar ja, enkele tientallen mensen aansluiten die allemaal een paar duizend euro per maand willen betalen voor mijn softwarepakket. Doe ik ook niet, want ja, dan, dan uh, zit ik hier met jullie te praten en dan uh, ben ik klaar. en Dan krijg ik er twintig mailtjes dat er een storing is en hmm. moet ik gaan oplossen. Het ja. is allemaal wel uh, natuurlijk handen en voeten te geven, want ik kan natuurlijk met de programmeur die dat gebouwd heeft afspraken maken dat ze hem kunnen bereiken. Ik kan een uh, accountmanager aannemen die dat uh, die, 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 die de contacten met de klanten, et cetera. Maar dan ook dan is dat vrije jonge gevoel weer weg. En uh, dat is meer een gevoel dan dat het zo is, want ik ben onderhand wel slaaf van mijn eigen mailbox. Hmm. En uh, ja, ik weet zeker dat ik vanavond om 11 uur nog steeds niet op de bank zit, maar in mijn kantoor thuis zit. Ja. Dat is niet erg. Dat is gewoon waar ik voor kies en wat ik ook wel leuk vind. Maar uh, dus dat vrije jonge gevoel zit meer tussen je oren dan dat dat in de praktijk altijd zo is misschien. Maar als je dat soort dingen er allemaal bij haalt, dan uh, leidt dat weer af van je focus. En uh, uh, ja, ik heb zoiets, ik moet gewoon zorgen dat ik nog sneller, nog groter word, dat ik al die... Uh, Even nu helemaal niet nodig heb dat ik gewoon vanuit mijn, uh, mijn eigen vermogen, wat steeds groter wordt, uh, uh, nog meer dingen kan doen. Waardoor ik daar een nog hoger rendement op haal. En dan. Uh, uh, maar hoe desondanks is het natuurlijk wel verleidelijk. Want op het moment dat mensen dan uh, behoorlijk aandringen van ja, maar ik wil echt wel 5 miljoen met je meedoen. Ik wil er echt wel geld voor betalen. En uh, uh, voor mij heb je geen last, want ik snap heus wel dat er een keer eens niet goed gaat. En dan uh, heb ik hele mooie rapportagetools, uh, software tools, die best wel makkelijk te gebruiken zijn waarmee je die uh, uh, verslaglegging kunt doen. En, uh, maar goed, uh, uh, het is best moeilijk soms om uh, te blijven focussen, want het is allemaal interessant en het, kan allemaal, het zijn allemaal best quick wins, hè? want als ik dan 50 miljoen vermogen van iemand anders toevoeg, hoef ik eigenlijk niet echt extra werkzaamheden te doen, want dan doe, moet ik alleen overal waar ik nu voor 2 miljoen meedoe, doe ik dan uh, 3 miljoen mee, laat ik andere mensen meelopen, nou, dan moet ik dezelfde ingewikkelde formulieren invullen, moet ik dezelfde rapportage lezen. Dezelfde, dezelfde gesprekken hebben uh, vooraf. Dus eigenlijk kost het me nauwelijks extra tijd, maar het is meer een uh, uh, gevoelskwestie. En, uh, maar goed, focussen is wel natuurlijk een uh, groot goed. En, uh, ja, wat ik nu doe, bevalt me goed. Uh, het gaat me ook goed af, al zeg ik het zelf. En, uh, uh, nou ja, ik vind het dan mezelf ook leuk om te laten zien dat ik dus kennelijk geen one-trick pony ben. Hè? Want mensen hebben soms ook zoiets van ja, maar in. Dat wat hij vroeger gedaan heeft met conceptief krediet. Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die geld nodig hebben. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Uh, dat mogen mensen denken. Hè. Ik, mij, mij heb je er niet mee. Want ja, ik weet dat er in Nederland... 10.000 uh, kantoren in Nederland waren die dat deden. En dat 9.999 kleiner waren dan ik. Dus dat ik het kennelijk toch echt wel beter heb dan een ander. Maar uh, naar jezelf toe is het dan wel leuk om te zeggen... ik doe nu iets heel anders. Uh, dat gaat ook weer... Meer dan gemiddeld goed. Nou, en dan uh, dat geeft mij dan wel een heel uh, prettig gevoel dat ik denk van, oké, okay, ik kan in ieder geval twee kunstjes goed. Mm. En uh, nou, dan, uh, dan, dan, dan toont dat wel mijn ondernemerschap dat ik weer van, ik ben zeg maar trotser dat ik nu sta waar ik nu sta dan dat ik ooit in de quote stond voor 334 miljoen. Omdat. Uh, ja, dat was natuurlijk uh, uh, dag en nacht buffelen, go with the flow en uh, knallen. Uh, maar op een gegeven moment ja, heb je wel het idee dat je, een, uh, ja, dat je ontspoort qua trein en dat je eraf vliegt. En uh, nou ja, hoe, hoe waardevol is het dan dat je dat opgebouwd hebt? Hè? Je hebt dat je hebt, je hebt niet verzilverd. Dus ja, aan de ene kant is het een heel mooi verhaal om te zeggen... Toen ik uh, 36 was, stond ik voor uh, 334 miljoen in de quote. Aan de andere kant kan je ook denken, ja, wat een sukkel dat je het dan nu... Uh, uh, waar is dat geld dan? Ja. Uh, uh, en ik vind het eigenlijk wel uh, de veerkracht die ik getoond heb. Ik denk dat de meeste ondernemers dat uh, niet hebben of minder hebben. Als je zo hard op je bek gaat, dan is het, uh, heb ik gemerkt, moeilijker om weer terug te komen. Dat zie ik ook om me heen aan andere ondernemers in vergelijkbare situaties. Dat het ze bijna nooit lukt om weer terug te komen. Ja, kijk, dan stond ik uh, uh, hier en ik uh, op een gegeven moment stond ik hier. Nou, nu sta ik ergens uh, daartussenin. Dus ik sta niet op het niveau waar ik toen stond in termen van uh, vermogen of wat je bedrijfvaart is. Maar het is wel zo dat ik uh, heel trots op mezelf ben dat ik nu weer uh, sta waar ik nu sta. Uh, nadat uh, uh, nadat je echt helemaal het nulpunt bereikt hebt. En dan die veerkracht om dan toch weer terug te komen. Uh, dat vind ik persoonlijk knapper van mezelf. Dan vanaf mijn 21ste uh, blik op een eindig knallen en dan iets heel groot maken. Uh, wat natuurlijk ook best bijzonder was: dat, ja, wie bouwt er een bedrijf met 1000 uh, medewerkers en 55 miljoen EBITDA op. Maar goed, uh, uh, als dat uiteindelijk niet goed afloopt, dan heb je er nog niet zoveel aan. En als je dan helemaal de bodem bereikt en dan dit toch uh, tot 10 blijft tellen. Ik denk dat veel ondernemers letterlijk of figuurlijk in een gesticht waren gekomen als dat meegemaakt hadden. En ik ben gewoon cool gebleven uh, uh, en, wie, en sta nu weer waar ik nu sta. Mm -hmm. En dat uh, geeft me wel heel veel voldoening. Dat vind ik wel heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Hè? Zou jij, laat ik het zo stellen, zou jij de jonge ondernemer die nu kijkt, die kijkt aan het kanaal is aan zijn bedrijf, die doet nu uh, miljoen omzet, weet ik wil drie ton winst. Dat, dat is veel aanbod. Hoor, op, uh, miljoen omzet. Ja, zeker. Ja, ja. 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 Um, <laughs> Die krijgt een aanbod om zijn bedrijf te verkopen. Die kan daar, weet ik veel, 3 miljoen mee verdienen. Um, maar die denkt eigenlijk, ja, maar ik wil eigenlijk blijven knallen in dit bedrijf. Want uh, ja, ik heb het gevoel dat dat wel meer waard kan zijn. Zou je dan aanraden van, hey, pak wat van dat geld en ga diversificeren? Of zou je zeggen, blijf knallen op dat ene bedrijf, want daar kun je een gigantisch iets van maken? Een stuk van tafel halen kan heel verstandig zijn. Je kunt natuurlijk ook uh, 25 of 30 procent verkopen en... Uh... Ja, of In sommige gevallen zelfs wel 60% verkopen, maar die andere 40% uh, aanblijven, aan boord blijven. En uh, met bijvoorbeeld een private equity-partij of een uh, strategische partij. Uh, allemaal kansen te benutten die je zelf niet kan benutten. Zoals allemaal overnames gaan doen, uh, uh, waar zij weer meer verstand van hebben dan jij zelf. Dat heet een buy-and-build-strategie. Dus dat je zelf uh, groeit, maar dat je ook aan palende ondernemingen, zeg maar, kralen rijgt. Ja, uh, dus. Er zijn natuurlijk nog allerlei middenwegen van je bedrijf 100% verkopen. En dan, ik denk dat de gemiddelde ondernemer daar niet gelukkig van wordt. Als jij zegt, ik heb een uh, bedrijf, maak drie ton winst per jaar, ik verkoop ze drie miljoen. En ik ga dan de hele dag golven. Uh, ja, al jou, jouw vrienden werken allemaal de hele dag. Dus ja, uh, dan zit je waarschijnlijk uh, ergens in een tennisclub, smiddags om één uur uh, al aan je derde wijntje. Hm. Nou, dat is misschien best wel leuk voor uh, uh, twee weken. Maar na een paar maanden hebben mensen wel zoiets van... ...joh, uh, en nu? Hè? Wat, uh, wat ga ik nu doen met de rest van mijn leven? Ja. Maar aan de andere kant, als je zegt... ...ik kan 1 miljoen aan de kant halen... Uh, ...aandehouden blijven in het bedrijf... ...weliswaar voor een iets kleiner belang dan 100%. En uh, uh, ik heb in ieder geval financieel lucht. En wat er ook gebeurt... Uh, ...ik kan in ieder geval nog een heleboel jaren... Uh, ...naar de Albert Heijn blijven gaan als alles misgaat. Dat is wel een fijn gevoel. Ja. Dan mijn laatste vraag, want ik ben heel benieuwd hoe jij dat uh, zou aanvliegen in deze tijd. Je bent natuurlijk al gaan van heel groot vermogen naar wat minder, uh -huh. maar nog steeds best wel een vliegende start gemaakt. Hè? Stel je voor dat jij, misschien zie je dat bij je kids. Uh, of, stel je voor, je begint vanaf nul uh -huh. en je gaat iets opbouwen. Wat zijn dan de dingen waarvan je zegt: van, ja, daar zou jij als ondernemer de focus op leggen? Hoe zou je dat aanvliegen? Dat is heel algemeen natuurlijk, zoals jij het zegt. Want het hangt heel erg van het type business waar je in zit. En uh, um, ja, wat ik eerder in gesprek al zei, ik denk dat, dat het sowieso niet hoeft te beginnen bij een geniaal idee. Maar het begin natuurlijk bij uh, uh, streetwise zijn en wilskracht hebben is belangrijker dan uh, een enorm IQ hebben en uh, geniale ideeën hebben. Dus... Uh, maar het hangt natuurlijk wel heel erg af welke sector je zit. Hè. Ik kan zeggen, nou je kan met uh, iedereen kan met 300 euro op zijn zolderkamertje beginnen, maar daar kun je natuurlijk geen uh, machinefabriek mee beginnen. Nee. Dus uh, een generiek antwoord is daar lastig op te geven. Zou je... Al dat wel, dat, dat, dat doorstingsmogen en je, je, je wilskracht om uh, 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 al dan niet hard te willen werken, uh, in overeenstemming moet zijn met je ambitieniveau. Uh, ja, daar zie ik wel eens dat het gaat wringen. Hè? Dat mensen wel die Ferrari willen, maar niet s'avonds om acht uur uh, mailtjes willen beantwoorden. Ja, dan moet je verkiezen: wil je het een niet of wil je het ander niet? Maar je kunt niet, uh, het, het is wel lastig om. Uh, en Dat zie ik wel met de huidige generatie, dat die vaak wel uh, daar wat makkelijk over denkt. Ja. En denkt inderdaad: als je gewoon een heel goed idee hebt, dan kun je in twintig uur per week ook heel veel geld verdienen. Als ja. je het maar slim doet. Hè? Dat zie je natuurlijk ook aan al die Instagram coaches. En mm. uh, ja. Uh, boeken, 20 twint hour Nee, de 4 hour workweek. Ja, ja, ja prima. Ik, ja. Ja, ik kan morgen ook vier uur per week gaan werken. En dan denk ik dat ik nog steeds een goede boterham verdien hoor. Dus. dus, dus um, ik ben misschien ook niet helemaal het goede voorbeeld. Uh, maar uh, ja, er wordt natuurlijk wel wat. wat um, te veel waarde gehecht aan uh, het uh, slim zijn, denk ik. En wat te weinig waarde gehecht aan uh, doorstingsvermogen en hard werken. Ja. Waarbij iemand die doorstingsvermogen heeft en hard werkt, zeker niet altijd automatisch succesvol wordt. Maar uh, uh, ik denk dat het wel een uh, hele belangrijke component is in uh, uh, succesvol ondernemerschap. Ja. Ik denk dat het ook wel de rode draad is die terugkomt in jullie gesprekken met ondernemers. Zeker. Zeker. Ja. En dan om, om nog wat concreter te maken, misschien heb je geen idee hoor. Maar omdat je dus veel bedrijven ook ziet. Hè, dus ja. veel bedrijven, ben ik wel benieuwd, is er een markt waarvan je zegt van. Nou, als ik ergens nieuw in moest stappen en een bedrijf moest beginnen, dan zou ik zeggen, van, nou, daar zie ik veel kans in. Of, of uh, kijk je niet echt op die manier naar markten. Kijk je meer naar wat al loopt. Nou ja, nee, ik kijk inderdaad niet echt naar uh, iets wat er nog niet is. Uh, omdat ik investeer in bedrijven die. Ik bedoel, ik die kan al in algemene zin dat denken. Alleen. Als ik echt iets geweldigs voorbij zou zien komen... waar ik denk, nou, dit is zo'n kans... zou ik misschien wel zeggen... ik mobiliseer drie mensen die ik ken... en met z'n vieren beginnen we ergens een bedrijf... waarbij ik meer de coachende rol heb... en zij meer de operationele rol. Ja. Maar ik kijk meer naar wat er op mijn pad komt... en wat op mijn pad komen bedrijven... die al zekere tractie hebben... en over ja. het algemeen al winstgevend zijn. En uh, dan, dan beoordeel ik in hoeverre die potentie... dat ze nog groter kunnen worden, reëel is. Ja. Uh, dus... Ja, ik, nee, ik heb niet, kan niet zeggen van... nou, als, als je morgen dat gaat doen, dan uh, zit je goed. Dan je, je rijk. Nee, <laughs> nee, helaas. Nee, was het maar zo makkelijk. Dan mijn aller, allerlaatste vraag ik waar ik Ik denk ook dat op een kom. ondernemer... Uh, dat ook wel zelf... Uh, een ondernemer die, niet, die geen enkel idee heeft... in welke sector of richting die geld kan verdienen... dat kan hè op, op enig moment. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ik wil wel een bedrijf beginnen, maar ik weet nog niet wat en hoe. Daar dat is, dat is niks mis mee. Maar op enig moment zul je dat toch uh, zelf moeten ontwikkelen. En uh, ja, dan moet je... Goed voor om je heen kijken, veel lezen, uh, heel nieuwsgierig zijn. Ik denk nieuwsgierig zijn ook een heel belangrijk uh, belangrijke kenmerk is van ondernemerschap. Ja, hoe ben ik in die private active wereld terechtgekomen? Ja, uit nieuwsgierigheid, omdat ik alles ervan wilde weten. En voor hetzelfde had ik gedacht, van, joh, ik vind dat helemaal niet interessant... of ik heb het risico te hoog. Maar hoe meer ik erin dook, hoe nieuwsgieriger ik werd... en hoe meer moeite ik gedaan heb om die wereld nog beter te snappen... en inmiddels kan ik van mezelf zeggen dat ik een uh, echte uh, professional ben... Maar dat komt wel, is wel, dat begint wel met nieuwsgierigheid. Ja. En uh, ik denk dat een goede ondernemer over het algemeen wel heel nieuwsgierig is. Dan mijn, uh, mijn allerlaatste vraag. Je krijgt veel bedrijven te zien die dus al draaien, ja. zie je ook wel eens bedrijven in markten met producten, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat hier geld mee verdiend wordt? Jazeker. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, ik vind het best lastig om daar voorbeelden van te noemen. Omdat je ja, snel ik. namen en rugnummers noemt, maar je ja. ziet sectoren en uh, uh, bedrijven die producten aanbieden, denk je, hoe kun je daar in hemelsnaam zoveel geld verdienen met zo'n simpel product ja, ja. en zulke marges. Maar het zijn vaak weer niches waar uh, onderdelen van een groot geheel, uh, uh, waarbij uh, uh, de kwaliteit uh, van zo'n product zo, zo belangrijk is dat de, zeg maar de, 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 de hoofdaannemer die een bepaald groot product bouwt, heeft dit component zo hard nodig als onderdeel van zijn totale product. Dat hij dan uh, maar heel beperkt. Uh, die maakt dan soms maar 1% uit van de kostprijs van het hele product. Mm. En dan is het niet zo heel belangrijk of zo'n product uh, 1 of 2 euro kost. En partijen die er goed op inspelen een creatief goed product maken wat daarin past, uh, wordt toegestaan om hele, hele hoge marges te realiseren. Ja, dat is wel heel, uh, Interessant. heel bijzonder. Ja. Maar het is best lastig om daar een concreet voorbeeld van te noemen. Ja, dat je dan al heel snel. Uh, uh, een geheimhoudingsverklaring is Ja, precies. Ja, nee, dat, dat uh, wil, ik niet, uh, wil ik je niet... Uh... Nee. Wat als je dat doet, wat, uh, wat gaat er dan gebeuren? Meestal staan daar boetes in, maar een geheimhoudingsverklaring... Moet ik, ik ben nog nooit aangesproken op een geheimhoudingsverklaring. Hoor. Die moet je altijd wel tekenen in mijn wereld als je informatie wilt ontvangen. Ja. Dat doe ik ook braaf en daar hou ik me ook braaf aan. Dat blijkt maar weer in dit interview. Ja, precies. Ja. Maar uh, uh, ja, je kan aansprakelijk worden gesteld... Voor de schade die daaruit voortvloeit. Maar het is natuurlijk, denk ik, dat snappen jullie ook heel lastig om in te schatten. wat dan de schade is die daaruit voortvloeit. Ja, Klopt. Dat is natuurlijk heel arbitrair. Ja, en een maar stukje, ik neem de ook liever niet. Ja, en een stukje schade aan reputatie, natuurlijk. Ja, als, als, je, als, als mensen dat horen en zeggen van. Nee, ja, dat direct is schade en de gevolgschade, zoals dat heet. Dus ja. reputatie onder andere. Ja, oké, okay, zo. Ja, ja. daar kan een, uh, een, een, een goede advocaat uh, van de tegenpartij, kan dat denk ik een, uh, met een behoorlijke claim komen. Ja. Dus dat risico neem ik liever niet. Moeten we niet hebben. Nee, nee zeker niet. Nee. Ik heb verder geen vragen. Nee. Ik uh, vond het heel erg interessant. Ja, ja nou, mooi. Ja, leuk gesprek ja, was diep, het. Uh, wel. Ja, ja, diep op, op. Ik vond het ook leuk en, en uh, jullie zijn ja. in ieder geval nieuwsgierig. Dus wat dat betreft, uh, ja, ja, dat ja. jullie ondernemerschap Dat stukje hebben. Zoals we voorheen ook zeiden voor de podcast: soms zijn we te nieuwsgierig omdat elke week uh, zitten er wel twee ondernemers tegenover ons die hun hele carrière vertellen met allemaal nieuwe ideeën of tenminste ideeën die zij hebben gehad, ja. waardoor wij nieuwe ideeën krijgen. Dus wij moeten ons gewoon. Wat Focus. jij eigenlijk ook. Je zei het in een van die podcasts heel erg goed. Dus zij van ja, ik ben eigenlijk best wel saai. Ik doe eigenlijk gewoon een paar dingen mm -hmm. en die doe ik consistent. Ja. En dat zijn wij nu ook aan het leren om een paar dingen te doen en dat consistent. Zij is tegenwoordig niet meer per se een negatieve kwalificatie. Hè? Je, zit ook nee. je bankeert ook ook graag bij een saaie bank. Exact. Precies. Ik en en uh, niet bij uh, eentje die er uh, morgen niet meer is. Precies. Exact. Nee, in die zin, dat is wel. Uh, ja, we zouden het mij gaan afsluiten. Maar ja. Ja, dat is wel eens problemen. jammer, zeg maar. Als mensen zeggen, nou, wat mis je nou aan. Uh, of mensen zeggen, wat vind je nou leuker ondernemen of investeren? Nou ja, dan snap je het niet. Ik ben nog steeds ondernemer. Dus daar begint het allemaal mee. Hè? Maar ik ben wel een ondernemende investeerder. Maar wat mis je aan, zeg maar, het runnen van zelf een bedrijf? Dat is wel, dat is minder saai. Mm -hmm. Heeft nadelen en voordelen. Hè? Maar. Echt spannende verhalen, heb ik niet. Uh, en als je een bedrijf hebt, dan kan je zeggen. Ja, ik heb uh, dit gedaan en dat. En toen was er één, steken, drie weg. keer zo en toen alles terug. En, uh, <laughs> maar goed, die spanning betekent ook dat dat er allemaal uh, negatieve spanning ook bij komt. Ja. Maar als uh, investeerder, ja, ik zit in zoveel dingen allemaal een beetje. En uh, ja, weet je wel, als mijn uh, 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 100, waar ik 1 januari mee begonnen ben uh, 31 december 125 is. Dan vind ik dat spannend genoeg en uh, leuk genoeg. Maar dan zitten daar waarschijnlijk niet dingen tussen waarbij de gemiddelde kijker of luisteraar denkt zo, oh, dat is een spannend verhaal. Mm. Maar uh, ja, wat ik ook aan het begin al zei, het is een beetje monopolie, een beetje schaken. Je zet wat zetten. Je denkt lang vooruit. Je denkt, nou, als ik dit nu doe, doe. Sorry, dit nu doe. En over een half jaar dat. En twee jaar later weer dat. Dan heb ik over vijf jaar uh, dat. Nou, en dat is uh, uh, waar ik de hele dag mee bezig ben. Dat is. Uh, minder spannend en dus ook minder uh, risicovol dan dat je uh, uh, vol op de bok van een onderneming zit, waar ook ineens hele grote uitglijders uh, tussen kunnen zitten. Maar het is ook wel eens jammer dat je ook niet uh, hele uh, spannende verhalen te vertellen hebt. Ja. Althans, in mijn beleving is het niet heel spannend. Ja, ja. Gelukkig spannend. hebben jullie er een paar uur mee kunnen vermaken. Zeker. En ik denk met ons een hoop mensen die dit kijken en luisteren. Dat dus, nou, zou heel leuk zijn. Ja, ik denk ja, het wel. Ik hoop het wel. wel. Oh, ja. Maas heel erg bedankt. Uh, ja, ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe lang het duurt voordat we je weer zien verschijnen in het blad van de 500. <laughs> ja, dat mooie gouden uh, blaadje. Ja, precies. Ja, precies, en uh, tot die tijd, uh, ja, leuk, tof maar wat je Maar tot die doet. tijd uh, heb ik ook lol hoor. Exact, ja, precies. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. En uh, ja, heel erg bedankt. Jullie bedankt. Was, uh, Iedereen bedankt voor het kijken ook. Gezellig en constructief. Precies. Dankjewel. <laughs> tot de volgende. Ciao. ciao, ciao.